Goedenavond, dames en heren. Welkom. Welkom aan de commissieleden van vanavond, met uitzondering van de heer Raamaker die zich afgemeld heeft. Welkom aan de mensen van de schrijvende pers van Radio en TV. Welkom aan het college en de ambtelijke ondersteuning. En ik noem u als laatste, maar ontzettend fijn dat u er bent. Welkom aan de mensen op de publieke tribune. Ik kan wel raden waar het in grotendeel om gaat. Dat is de Jachtluster Allee. Daarvan zal straks mevrouw Van Veen inspreken. U bent vanavond hier toehoorder. Het woord wordt gevoerd door het college en de commissieleden. Maar heel fijn dat u er bent. En dan wil ik nog welkom heten de mensen die thuis met ons meeluisteren en meekijken. Ik wens u allen een fijne vergadering. Dan kom ik bij punt 2 van de agenda. Spreekrecht burgers. We hebben één aanmelding. Mevrouw Van Veen namens actiecomité Behoud Bomen Jachtluster Allee. Op het agendapunt Jachtluster Allee. Hoe kan het anders? U weet hoe het gaat, mevrouw Van Veen. We hebben u dat al ingefluisterd. U mag achter het spreekgestoelte gaan staan. En na, u hebt 5 minuten de tijd om uw woord te voeren. Na die tijd komen we gezamenlijk in het middelpunt van deze zaal om nog wat handtekeningen in ontvangst te nemen. Maar dat zien we dan wel even. En daarna mag u weer terug naar uw spreekgestoel als de commissieleden u nog vragen willen stellen. Aan u het woord. Behoud bomen, Jachtluster Allee. Aan de orde komen bomen, veiligheid en burgerparticipatie. Burgerparticipatie. Wij hadden een goed gevoel over de inspraak naar de derde klankbordbijeenkomst in 2016 en voelden ons serieus genomen in het contact met ambtenaar Frans Mosterman. Half mei, jongstleden, lanceerde BNW hun besluit voor de 80 kilometer weg. Wij vernamen dit via de media. Vlak daarvoor hebben wij aan BNW een zorgvuldig opgestelde brief bezorgd met onze visie. Wij hebben geen reactie hierop gehad. Zelfs geen motivatie waarom zij afwijkt van de uitkomst van het participatieproces. In de handleiding burgerparticipatie lezen we de volgende doelstelling ten aanzien van de besluitvorming. Hier kan niet vrijblijvend mee omgegaan worden. We moeten duidelijk aangeven wat met de inbreng van anderen is gedaan. Als serieuze gesprekspartner voelen wij ons afgeserveerd. Het gevoel overheerst dat wij er voor de vorm bijgehaald zijn en niet voor de inhoud. De bomen. Citaat uit het BNW-voorstel. Op landschappelijk vlak gaan weliswaar de bestaande bomen verloren, maar deze variant biedt wel kansen op het gebied van biodiversiteit. Dit doet ons denken aan het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Als het vaak gezegd wordt, gaat men het nog geloven ook. We rukken een gezonde, forse eikenboom met wortels, takken en een flink bladerdak, die zorgt voor onze zuurstof, uit de grond. Dat doen we 600 keer. Een complete kaalslag. Weg vogels. Noemt men dit kansen op het gebied van biodiversiteit? Wij begrijpen niets van de pas aangenomen kadernota duurzaamheid. Hierin verwoord. De veiligheid. In het gemeentelijk verkeer en vervoersplan is de Jachtluster Allee oktober 2016 gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg. In die periode waren ook de klankbordbijeenkomsten. Hoe kan dat? Dus wordt de weg ingericht naar aanleiding van die normen. Want, zegt BNW, het is in overeenstemming met de uitgangspunten van duurzaam veilig. En men moet er 80 kilometer kunnen rijden. Het is een wiskundeformule geworden, waarmee alle zwaarwegende tegenargumenten, en dat zijn er nogal wat, zo van tafel worden geveegd.
Discussie gesloten. Zo gaan we het doen. Klaar. Maar duurzaam veilig bij 80 kilometer. Deze weg nodigt straks uit voor sluipverkeer van de Hessenpoort, de Grift, via Dalsen naar de Marslanden. Daarbij loopt de brede weg waar je 80 kilometer mag gemakkelijk uit om maar 90 tot 100 kilometer te rijden. Daartussen beweegt zich het veel tragere landbouwverkeer. In de mest, saai- en maaiperioden gedurende het hele jaar rijden tractoren dagelijks vele malen heen en weer. Ze komen uit de vele uitritten. Hierover wordt met geen woord gerept. Realiseert het college zich met dit onzalig voorstel wel de kans op ernstige ongelukken? Wie durft werkelijk de volle verantwoordelijkheid hiervoor te nemen? Veilig Verkeer heeft zich met gegronde redenen uitgesproken voor de 60 kilometer weg. Notabene ook de politie geeft aan dat de weg zich niet leent voor een 80 kilometer weg. Zij spreken in dat geval van een zeer onveilig verkeerssituatie. De politie geeft op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 zeer veilig betekent, hiervoor een 3. Wij houden ons hart vast. En dat voor een tijdswinst van pakweg 20 seconden van Mede tot Westerveen. Op een wegdeel van ruim 2 kilometer met 3 rotondes. Deze 80 kilometer weg kost ruim 2 keer zoveel meer dan de 60 kilometer weg. Schrik niet, ruim 1,5 miljoen euro meer. Gemeenschapsgeld. Ons advies aan u, gemeenteraad van Dalfsen. Kies voor de 60 kilometer variant. Want duurzaam veilig is de weg nu door het optische effect van de bomenrij. En straks, door nieuwe asfaltering en een verbreding van 40 centimeter, blijft de prachtige bomenlaan behouden. Deze allee wordt dan op papier een erftoegangsweg met een soepele, veilige doorgang. Dank u wel. We begeven ons nu even naar het middengedeelte. Even wachten op de kamer, even wachten. We komen nu bij een belangrijk moment. Ik richt mij met een knipoog tot de heer Van Leeuwen. U gaf een tijd geleden aan in de krant niet te verwachten dat in tegenstelling tot de Rechtense Dijk de mensen in uw leuze van hun stoel zouden komen voor de jachtlustre allee. Wij laten u allen het zien. We hebben een breed draagvlak door een grote, krachtige achterban. Onze handtekeningen, ja, u ziet ze hier, het zijn er 1612. Zowel online als op papier. Ja. Mevrouw Van Veen, mag ik u vragen achter het spreekgestoelte te gaan staan? Ik zal zorgen dat de handtekeningen bij de verschillende raadsfracties terechtkomen. Of dat u in ieder geval daar inzage in krijgen. En ik wil nu de commissieleden vragen. Hebt u nog vragen voor mevrouw Van Veen naar aanleiding van haar betoog? Kijk, meneer Nijburg van de ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Van Veen, u zegt, ik zit hier. Ja, ik zat hier. Ja, voor het gemak. U zegt, u voelde zich niet serieus genomen. Was dat tijdens het klankbordproces of was dat achteraf? Nee, dat was op het einde. En het klankbordproces is goed gevoerd. Alleen, en dat heb ik vorige keer hier ook genoemd, de 80 kilometer variant, die werd de tweede bijeenkomst plotseling ingevlogen. En dat was voor ons een raadsel.
Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Mevrouw Van Veen, ja, u hebt een gloedvol, ja, ik zit een beetje verscholen, maar ja, een gloedvol betoog gehouden. Volstrekt helder wat mij betreft. Nou staat in het raadsvoorstel ook nog een suggestie voor een soort tussenvariant die niet verder is uitgewerkt. Daar zit aan de ene kant een soort behoud van bomen in, noem ik het maar even plat gezegd. Op lange termijn althans. Maar de verkeersveiligheid is daar mogelijk niet mee geholpen. Hoe kijkt u daar tegen die variant? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou, ik spreek namens ons actiecomité. Onze focus ligt op deze huidige 60 kilometer variant. Daar is over gesproken. Er was een constructieve bijeenkomst met Landschap Overijssel, Oversticht, ambtenaren van de gemeente Dalfsen en ik als vertegenwoordiger van ons actiecomité. En daarin was deze nieuwe, dat doorgroeimodel waar u op doelt, dat is dan een soort compromis waar iedereen in zich kan vinden. Dus voor ons geldt dan alle bomen eraf of dat doorgroeimodel, dan kiezen wij in die situatie voor het laatste. Meneer Van Svank. Ja, in die situatie voor het laatst, maar het is niet uw eerste voorkeur. Nee, zeker niet. Onze eerste voorkeur. Kijk nog even rond. Verder geen vragen meer. Dank u voor uw gloedvol betoog. En dan gaan we het zo bespreken. Dank u wel. Wilt u het knopje van de spreekstoel even uitdoen, mevrouw Van Veen? Dank. Dan gaan we verder met agenda punt 3 van de agenda, vaststellingagenda. Ik stel voor om de agenda te behandelen zoals die aangekondigd is. Ik neem aan dat u daar allemaal mee akkoord bent. Agenda punt 3 afgewikkeld en dan komen we inderdaad aan de Jachtlusterallee. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen, ambtelijke ondersteuning van de heer Mosterman. Voorbereidend besluitvormend. In januari heeft de raad besloten om het college opdracht te geven 4 varianten uit te werken voor de herinrichting van de Jachtlusterallee in Nieuw-Leuzen. Deze 4 varianten zijn voorgesteld na een traject van burgerparticipatie. Ze zijn nu uitgewerkt en voorzien van een afweging door het college en een advies van Landschap Overijssel, Veilig Verkeer Nederland en de politie. Het college stelt voor om te kiezen voor de variant waarbij 1, 2 richtingen de fietspad wordt aangelegd aan de westkant en om buiten de bebouwde kom te kiezen voor de variant van een 80 kilometer weg. Om ook besluitvorming door de raad te vergemakkelijken, horen we graag welke variant of varianten iedere fractie voorstaat. De uiteindelijke herinrichting is overigens nog afhankelijk van krediet dat de raad beschikbaar moet stellen en daar gaan we over doorspreken in de perspectiefnota. Vandaag is nog beantwoording ontvangen van technische vragen van D66 en de VVD. Deze zijn op het RIS geplaatst. Behandeling in 2 ronden. Voor de mensen die hier vaker komen is dat duidelijk een informerende en een opererende ronde. Voor de mensen op de tribune, we beginnen met een informerende ronde waarbij de verschillende fracties vragen kunnen stellen aan de wethouder over zaken die hun nog niet helemaal duidelijk zijn. En nadat de wethouder deze beantwoord heeft, zullen de verschillende fracties hun opinie over het voorliggende voorstel naar voren brengen. Dan beginnen we dus met de informerende ronde en wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u voorzitter. We lezen dat alle bevraagde betrokken aangeven dat de 60 kilometer variant de meest veilige en goedkope oplossing is. We zijn dan ook reuze benieuwd wat maakt dat u dan toch kiest voor de 80 kilometer variant. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag die we hebben. In de notitie lezen we dat u de mening heeft gevraagd van Landschap Overijssel, Veilig Verkeer Nederland en de politie. We missen hier de mening van IKN. Ze worden wel genoemd, maar ik weet toch wel heel zeker dat ze hier een mening over hebben. Waarom is deze mening niet meegenomen? U spreekt over een fasegewijs groeimodel om van de 60 variant naar een 80 variant te groeien.
Op zich een hele interessante variant en u kiest er dan voor om deze niet uit te werken, maar wel te noemen. Dat geeft wat onduidelijkheid. Waarom is deze variant dan toch niet uitgewerkt? Dan heb ik nog een vraag van, stel we kiezen voor de Jachtlusterallee als gebiedsontsluitingsweg, maar dan eentje met een maximum van 60 km per uur. Dat kan toch? Want ik lees namelijk overal dat een gebiedsontsluitingsweg een maximumsnelheid heeft van 80. Dan kun je gerust 60 als maximum nemen. De andere vraag die we nog hebben is, stel we kiezen voor de 60 variant. Denkt u dat we met deze variant de komende 10 à 15 jaar vooruit kunnen? En ja, dat waren onze vragen. Tot zover, voorzitter. Wilt u die laatste vraag nog even herhalen, want dat ging me net te snel. Oké, stel we kiezen voor de 60 variant. Denkt u dat we met deze variant de komende 10 à 15 jaar vooruit kunnen? Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik kijk even rond. Meneer Wildvank, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ik sluit geloof ik op een aantal punten al wat aan op wat al gevraagd is door meneer Veldhuis, maar ik stel ze toch maar in de volle omvang. Om grote verschillen in snelheid te voorkomen is het aan te bevelen landbouwvoertuigen in elk geval buiten de bebouwde kom niet toe te laten op gebiedsontsluitingswegen. Dat is een klein citaat uit een bijdrage van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid Nederland merkt vervolgens in haar analyse op bij deze snelheid en weginrichting, variant 3, hoort in het kader van duurzaam veilig een scheiding tussen langzaam landbouwverkeer en er zou dus een parallelweg moeten komen. De politie maakt ook allerlei opmerkingen met betrekking tot de veiligheid. En het is een dure variant. Welke afweging ligt er voor u nu uiteindelijk aan ten grondslag om toch vast te houden aan het profiel 80 kilometer, nu de tijdwinst maximaal een halve minuut en in de praktijk waarschijnlijk niet meer dan 20 seconden zal zijn? Doorstroming, dat is vraag 2, lijkt doorslaggevend te zijn bij de keuze. En dan zijn er toch, in onze ogen althans, vrij veel obstakels in die weg, rotondes met name. Als doorstroming zo belangrijk is, hadden we misschien moeten kiezen voor een obstakelvrije Jachtlusterallee. Kennelijk is dat niet gebeurd. Kunt u daar nog iets over zeggen? In het afgelopen jaar, in 2016, zei u tijdens de behandeling van het GVVP, en dan citeer ik u even letterlijk, de Jachtlusterallee speelt een belangrijke rol bij de ontsluiting van de grift, maar niet dé belangrijkste. Die is nou juist op de N377 gericht. Ook gaf u verderop aan dat het wat u betreft niet de voorkeur heeft dat het vrachtverkeer in de nacht of de Jachtlusterallee rijdt. Is uw inzicht in de problematiek van de ontsluiting van de grift veranderd dat u er nu toch voor kiest om de variant zo aan te leggen dat het vrachtverkeer vanaf de grift als het ware uitgenodigd wordt om over de Jachtlusterallee te rijden? En dan een laatste vraag, dat is misschien een beetje een gewetensvraag. Als het GVVP nou niet zo expliciet had gezegd van het gaat hier om een gebiedsontsluitingsweg, maar wat meer ruimte had gelaten voor invulling. Zou u dan ook deze keuze, zoals die nu naar voren is geschoven, zou u die dan ook gemaakt hebben? Met andere woorden, staat u zelf echt helemaal achter deze variant of is het veel meer ingegeven door datgene wat op dit moment in formele regelgeving is vastgelegd? Tot zover. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. D66. Ik ga op het laatste nog even door van mijn buurman van de Partij van de Arbeid. Want ik wil namelijk een paar vragen stellen over waarop u die uitwerking van de alternatieven nou baseert. Baseert u die op richtlijnen van het CROW of is er een andere bijbel waar u zich op baseert? En mijn tweede vraag is, en daar zou ik graag uw bevestiging van zien, dat het CROW waarnaar u waarschijnlijk verwijst voor de kenmerken richtlijnen zijn en handvaten voor het ontwerp en geen verplichtingen, zoals de heer Wildvank zei. Maar dat zou ik graag van u horen. Het derde punt is, u stelt bij de bespreking van de alternatieven dat wordt gestreefd naar inrichting conform de basiskenmerken van de gebiedsontsluitingsweg. Momenteel is de Jachtlusterallee volgens mij ook een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur. Bij verwijderen van een kleiner aantal bomen die het dichtst op de rijbaan staan en iets breder asfalteren, zou de weg aanzienlijk verbeterd worden en ook zo kunnen blijven functioneren. De deelvraag is, waarom kan dat niet als gebiedontsluitingsweg dienen? En
op de tweede plaats. Waarom maakt u meteen de stap naar een erftoegangswerk van 60 kilometer of 80 kilometer en alles kappen? Dan heb ik een paar technische schriftelijke vragen gesteld over kosten die in variant 2 van de 60 kilometer meegenomen zouden moeten worden voor het verleggen van kabels en leidingen. Een bedrag wat toch aanzienlijk is van €260.000. En ik krijg alleen een antwoord waarom dat het daar wel meegenomen is en bij optie 3 van 80 kilometer niet. Namelijk dat u zegt dat bij optie 3 moet toch alles eruit en dan wordt het meegenomen in totale aanbesteding. Maar mijn vraag is, waarom moet het überhaupt gebeuren bij optie 2? Het enige wat u dan toch doet is wat bomen kappen en wat breder asfalteren. Volgende vraag. Klopt het dat behalve de 20 tot 30 seconden snellere reistijd er geen echt argument is voor deze rigoureuze en kostbare aanpak? En een aansluitende vraag. Zijn er behalve deze snellere reistijd nog meer argumenten om alle adviezen van deskundigen en wensen van plaatselijke bevolking te negeren? En dan heb ik als laatste ook een gewetensvraag. Wilt u nog reageren op de gevoelens van het actiecomité en de betrokkenen van de participatiebijeenkomsten dat zij zich gebruikt voelen? Om het maar kort te formuleren, u heeft volgens hen weinig of niets gedaan met de uitkomsten en men werd via de pers geïnformeerd van uw besluit met argumentatie waarvoor deze bijeenkomsten niet nodig waren geweest. Misschien dat u daar nog wat van kunt zeggen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Koetsiers, CDA. Ja, dank u. Voorzitter, ik sluit aan bij de laatste vraag, een vraag over de burgerparticipatie. Ik ben zelf ook bij een van de eerste avonden geweest over de jachtluster Lee. En ik moet ook zeggen dat ik de positieve gevoelens van toen herken. Nou, we hebben gehoord hoe dat later ervaren wordt in het proces. En mijn vraag sluit aan bij de vraag van de heer Rooijakkers. Kunt u ook aangeven van hoe de betrokken inwoners uiteindelijk bij de varianten en het voorstel wat nu te plaats ter tafel ligt betrokken zijn geweest. Dank u. Dank u wel, meneer Kortsier. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Er zijn heel wat vragen gesteld, maar we hebben er ook nog een stukje 4. Even een vraag over het GVPP. Welke problemen komen we tegen als we het vastgestelde GVPP, het gemiddelde verkeers- en vervoersplan, niet volgen? We begrijpen dat de uitvoering in beton onderhoudskosten bespaart in de toekomst. Voor 1,5 miljoen minder legt u een nieuwe asfaltweg aan. Kunt u dat verschil in onderhoud wat duidelijker maken? En dan de verkeersintensiteit op het Zandspoor. Is die dusdanig hoog dat een rotonde nodig of vereist is? We lezen dat anders. En als laatste, menig raadslid heeft de infoavonden bezocht. U was daar zelf ook bij en alle collega's heb ik ook gezien daar. Onze indruk is ook dat u dat goed georganiseerd hebt. Maar heeft u de indruk dat u alle belanghebbenden goed hebt gehoord en dat ze hun inbreng hebben kunnen geven? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we willen ook nog maar enkele vragen stellen. Even terug naar het begin. Klopt het dat bij de start van die aanpak van de weg, die Jachtlusterallee, groot onderhoud de aanleiding was en dat de weg iets verbreed zou worden? Tenminste, ik lees dat in die stukken. En dat er enkele bomen weg zouden moeten en dat de laanstructuur behouden zou worden. De tweede vraag. Klopt het dat het door de weg voor het vrachtverkeer een aantrekkende werking heeft gekregen? Of aan het krijgen is en dat vrachtverkeer is dat eigenlijk over de N377 zou moeten rijden. Derde vraag heeft te maken met het GVVP. Er zijn al verschillende vragen over gesteld. Daar sluit ik bij aan. Waarbij wij ons nog afvragen, is het enige argument in het GVVP de gebiedsontsluitende weg? Is dat waar het over gaat? En de vierde vraag heeft te maken met waar we het vanavond ook al even over hebben gehad, de klankbordgroep. Volgens mij was het doel vanaf het begin om in samenspraak tot een aanpak te komen. Maar we begrijpen nu en hebben ondertussen ook begrepen dat de klankbordgroep een heel andere verwachting had op basis van de inspraak. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Dat zijn de vragen op dit moment. Dank u wel, meneer Nijburg. Dan kijk ik naar de wethouder die nog druk aan het schrijven is. En inmiddels zover is aan u het woord.
Meneer Van Leeuwen. De ene laatste vraag van D66, die heb ik gemist. Dat was, zijn er behalve de snellere reistijd nog meer argumenten om alle adviezen van deskundigen en wensen van de plaatselijke bevolking te negeren? Meneer Van Leeuwen wordt geholpen of bijgestaan door de heer Mosterman van ambtelijke ondersteuning. En als ik zo kijk, dan is hij inmiddels zover om de vragen te beantwoorden. Meneer Van Leeuwen, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ik ga mijn uiterste best doen, zoals altijd. Dan begin ik bij de vragen van de VVD, de heer Veldhuis. En dat komt in een aantal bijdragen van andere partijen terug. Waarom 80 kilometer variant? Ja, dat klinkt flauw, maar het GVVP is in oktober unaniem, ik heb het nagezocht, door deze raad vastgesteld. En daarin is aangegeven dat de Jachtlusterallee een gebiedsontsluitingsweg is, weliswaar. Maar dat daar, naar verwachting, wel een aantal hobbels zouden zijn. Dat staat letterlijk in het plan. Desalniettemin heeft u unaniem dat GVVP vastgesteld. Op dit moment is de weg een 80 kilometer weg. Wordt er ook als zodanig gebruikt. En is niet als zodanig ingericht. Dus wat wij hebben gedaan, en dat is overigens door deze raad bevestigd in de opdracht, de uitwerking van de varianten, waarbij we hebben gezegd, wij stellen voor om een 60 kilometer variant en een 80 kilometer variant in twee versies uit te werken. Nou, dat is gebeurd, dat ligt nu voor. En het is niet meer dan te doen gebruikelijk dat het college op een bepaald moment een advies uitbrengt aan deze raad. En dat hebben wij gedaan, gebaseerd op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Dan zijn er terechte vragen. Ja, maar als u aan de ideale situatie recht doet, dan moet u een aparte weg aanleggen voor langzaam verkeer. Maar in datzelfde gemeentelijk verkeers- en vervoersplan staat beschreven wat de ideale variant is en wat de minimale variant is. En bij de minimale variant voldoen wij nog altijd aan hetgeen van een dergelijke weg verwacht wordt. Het groeimodel, waarom is dat niet nader uitgewerkt? Het was geen onderdeel van de opdracht van de raad, dat is één. En twee, mochten wij kiezen voor een groeivariant, dan kiest u nu om een aantal bomen te plaatsen. Doe het even uit mijn blote hoofd, links en rechts van het fietspad, van het bestaande fietspad. De bomen aan de hier vandaan komende rechterkant overwegend weg te halen, want dat zijn Amerikaanse eiken, niet inheems. 20, 25 jaar te wachten tot de bomen tot wasdom gekomen zijn. Dan de resterende eiken weg te halen, de weg te verplaatsen en opnieuw bomen in te planten. Los van het feit dat dat niet de opdracht van de raad is, zijn dat dubbele kosten. Dat moet u zich goed realiseren. En dat is de reden waarom wij die niet verder uitgewerkt hebben. Een gebiedsontsluitingsweg per se 80 kilometer per uur. Dat is een vraag die laat ik even over aan de expert op dit gebied. Ik weet overigens dat er een aantal in onze gemeente zijn die als zodanig zijn aangewezen en niet 80 kilometer zijn. U zegt, stel we kiezen voor een 60 kilometer variant, kunnen we hier 10 tot 15 jaar mee vooruit. De huidige weg is in staat om nog een aantal, om een groeiend verkeer te verwerken. De weg zal op basis van 25 jaar worden afgeschreven. Dus we moeten niet naar 10, 15 jaar kijken, maar naar de komende 20, 25 jaar. Ook daar kan misschien de heer Mosterman iets meer over zeggen, maar ik verwacht dat we daar redelijk mee toe zullen kunnen. De heer Wildvank van de Partij van de Arbeid. Grote voertuigen, landbouwvoertuigen, heb ik het net al even over gehad. Ja, in de meest ideale situatie heb je die niet op deze wegen. Maar u en ik weten dat als wij dan een aparte weg zouden moeten gaan aanleggen waar alleen de grote landbouwvoertuigen op moeten,
dat we dan over hele andere bedragen gaan praten. Over de waarom het college kiest voor de 80 kilometer variant heb ik het gehad, namelijk het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. En de 377 is absoluut de belangrijkste ontsluitingsweg en daarover ben ik niet van mening veranderd. En dan heeft u een gewetensvraag. Als het GVP niet zo was vastgesteld, had u dan anders gekozen? En dan moet ik aan mijn vader denken. Als mijn broertje geen piemeltje had, was hij mijn zusje geweest. Dus ik kan daar niet echt Meneer de voorzitter, mag ik daar even op reageren? Want dit vind ik wel een uiterst flauwe opmerking en toch wel een redelijk serieus onderwerp. Ik vraag hem gewoon, wat is nou, als u diep in uw eigen hart kijkt, wat zou uw voorkeur hebben gehad? Als we even niet, en ik zei niet als het anders was beschreven, ik zei als het nou niet zo expliciet erin had gestaan. Had u dan mogelijk ruimte gezocht om het anders te doen? Laat ik me niet afserveren door zo'n flauwe opmerking. Hij was ook nog bezig met zijn antwoord, maar meneer Verleeuwen, wilt u dit even meenemen? Hij was niet flauw bedoeld, maar as is verbrande turf. En als u mij diep in mijn hart kijkt, dan ben ik ervan overtuigd dat het voorstel van het college met de enorme boost voor de biodiversiteit een uitstekend voorstel is. Daarbij gecombineerd een betonweg die op 50 jaar wordt afgeschreven en die slechts 1800, 1900 euro per jaar aan onderhoudskosten heeft ten opzichte van 9000 voor een asfaltweg. Dus ik vind het een uitstekend voorstel. Mag ik dan toch nog aanvullend één vraag stellen, meneer de voorzitter? Meneer Welshang, ja. Want het gaat dan even om de vraag daarvoor. U zegt al een aantal keren nu dat het GVVP voor u dwingend min of meer is geweest. Nee, leidend. Leidend is geweest. In dit geval dwingend. Want er zijn nou door een aantal instanties adviezen uitgebracht die zonder uitzondering zeggen dat het anders zou moeten, dat het beter zou zijn. De bevolking, hier vandaag in groot aantal aanwezig, zegt hetzelfde. En u doet niets met adviezen, u doet niks met de inbreng. Dan is dus toch de vraag van, kennelijk is het GVVP niet voor u leidend, maar dwingend. Het GVVP is leidend, dank u voorzitter, zoals ik al gezegd heb. We hebben vorige week nog om de tafel gezeten in het Witte Peert met mensen van de klankbordgroep. Dit is niet het enige geluid wat daar naar voren kwam. En ik heb daar ook, ja, er waren ook mensen die zeggen, joh, hou alsjeblieft op met al die discussie, haal die bomen weg en leg die 80 kilometer weg aan. En ook bij de derde bijeenkomst, waarbij mensen hun voorkeur konden aangeven, was het niet zo dat 100% 60 kilometer weg wilde. Het lag echt op een, nou, dan zal ik het ruim zeggen, 60-40, als het geen 55-45% was. Waar het nu om gaat, en dan kom ik ook op burgerparticipatie, en dat heb ik letterlijk vorige week zo gezegd tegen mevrouw Van Veen, dat zal zij beamen. Wat is burgerparticipatie? Is dat je inbreng hebben en gehoord worden of is dat je zin krijgen? En daar zit het grote verschil. Meneer Wilson, wilt u even via de voorzitter leiden? En dat voorzitter, even nog, want het is één deel van het antwoord, de drie adviezen die er liggen. En dat is een stukje verwachtingsmanagement. En ik heb ook vorige week tegen mevrouw Van Veen gezegd, want zij zegt van, daar had ze een terecht punt, heb ik ook erkend. Zij zegt, waarom hebben wij niet het standpunt van het college eerder mogen horen dan dat we dat uit de pers hebben moeten vernemen. En daar heeft zij een punt. En dat heb ik er ook toegegeven. De andere adviezen, en u heeft het over politie, landschap, Overijssel, Veilig Verkeer Nederland, die zijn gebaseerd op de ideale situatie volgens CROW. De ideale situatie zoals die beschreven is in het GVVP. De minimale situatie staat ook in datzelfde GVVP beschreven en daar baseren wij ons op. D66. Nou, CROW heb ik het net over gehad. Richtlijnen klopt, er zijn geen verplichtingen. Absoluut niet. Inrichting volgens basiskenmerken heb ik net aangegeven. En waarom meteen de stap naar een ontsluitingsweg, tweeledig. Enerzijds het besluit van de raad, anderzijds mijn overtuiging,
dat heb ik net ook aan de heer Wildvank gezegd, dat de stap naar een variant waarin we proberen een zo optimaal mogelijke 80 kilometer variant in beton uit te voeren, met een enorme uitbreiding, een boost voor de biodiversiteit, vind ik gerechtvaardig om dit voorstel te doen. Dat is de mening van het college. Natuurlijk mag u er anders over denken. Kabels en leidingen, dat zou ik graag even over willen laten aan de heer Mosterman. Geen argumenten voor de rigoureuze aanpak, nou hebben we het net over gehad. Snellere reistijd is absoluut geen reden om de adviezen op te volgen. En de wensen van de plaatselijke bevolking negeren, dat heb ik net ook al gezegd, dat is maar ten dele. Dat is echt maar ten dele. De gevoelens van het actiecomité heb ik net al even geprobeerd op te reageren. Heb ik vorige week ook gedaan. Ik begrijp de emoties. Ik heb ook aangegeven dat waar het betreft het besluit dat het college heeft genomen, dat we dat zorgvuldiger hadden moeten doen, dat hadden we moeten terugkoppelen. Er staat tegenover dat, en dat heeft mevrouw Van Veen ook vorige week in het gesprek aangegeven, dat zij haar waardering heeft uitgesproken naar de ambtenaar, de heer Mosterman, die persoonlijk op bezoek is geweest om een aantal zaken uit te leggen. En dat is op diverse plekken in de buurt gebeurd. Dus ja, er zijn misschien verbeterpunten, maar we hebben echt ons uiterste best gedaan. Burgerparticipatie van het CDA. Kunt u aangeven hoe de betrokkenen bij de varianten zijn betrokken? Ik hoop dat ik dat in grote lijnen inmiddels heb kunnen aangeven. En daarbij, ja, nogmaals, en dat geldt voor meerdere projecten die wij hebben. Daar zal misschien in de toekomst aan verwachtingsmanagement nog een betere invulling gegeven moeten gaan worden. Als mensen verwachten dat zij deelnemen aan een participatietraject, dat zij hun zin krijgen, dan moeten we dat aan het voorkant van het traject moeten we dat duidelijk maken, dat het daar niet om gaat. Mag ik ervoor een vraag stellen? Ja, meneer Cousier. Kunt u zich wel voorstellen dat mensen die deelnemen aan burgerparticipatie iets in het uiteindelijk voorstel moeten terugzien van de dingen die zij hebben ingebracht? Ja, dat kan ik me voorstellen. Daarom liggen er ook uitgewerkte varianten. Daarom hebben we dat ook aan de Raad voorgesteld. Want dat hebben we opgehaald, dat er ook voorkeur was van een deel van de mensen voor die 60 kilometer variant. En daarom hebben we een 80 en 60 kilometer variant voorgesteld aan de Raad om nader uit te werken. Dat is ook gebeurd. Overigens hebben we het nu alleen over het zuidelijk deel van het traject. Het noordelijk deel van het traject, de Grift passerend. Daarover heb ik van de mensen die deel hebben genomen aan de klankbordgroep alleen maar lof gehoord. Dat wil ik toch ook wel even hier heel duidelijk stellen. We hebben het nu over één deel. Het andere deel heb ik alleen maar applaus gehoord voor de heer Mosterman. Gemeentebelangen. Niet volgen van het GVVP. Onzeker is, maar dat is het ook als u voor de 80 kilometer variant kiest, wat de provincie aan subsidie gaat verstrekken. Dus dat is in beide gevallen is dat voor ons nog niet duidelijk. Verschil tussen onderhoud en beton en asfalt heb ik net al even aangegeven. Dus een verschil van €1.900 per jaar geraamd voor beton en €9.000 per jaar voor asfalt. Aangezien een asfaltweg in 25 jaar wordt afgeschreven en een betonweg in 50 jaar, zullen de afschrijvingskosten niet zo heel ver van elkaar verschillen. Verkeersintensiteit van het Zandspoor. Nou, het onderzoek geeft aan, de politie geeft het ook aan, dat dat geen reden is om daar een rotonde aan te leggen. Maar die is wel uitgewerkt. Ook weer omdat dat door de klankbordgroep gevraagd is. Dus om die reden hebben we hem wel degelijk uitgewerkt. En het gaat mij ook wat ver om te stellen dat er niets zou zijn meegenomen van wat er ingebracht is.
Heeft u alle belanghebbenden gehoord, behalve van een anonieme brief? Zijn wij van mening, ja, dat we de meeste mensen ruimschoots de ruimte hebben gegeven om hun mening te geven, inclusief IKN, waar ook nog naar gevraagd is. Plaatselijk belang is erbij betrokken geweest. De aanwonenden zijn erbij aanwezig geweest. En ze hebben alle ruimte gekregen om hun mening te geven. ChristenUnie, start van het project. Was dat groot onderhoud? Ja, dat klopt. Dat is de start van het project geweest. De weg is op een aantal plekken in zeer slechte conditie en moet gerenoveerd worden. U zegt, als we enkele bomen weghalen, zou u dan met een 60 kilometer variant kunnen leven? Ja, daar kan ik prima mee leven. Maar er zullen wel een paar bomen die echt heel dicht bij de weg staan, moeten worden verwijderd, puur voor de verkeersveiligheid. Want laten we elkaar nou geen zand in de ogen strooien. Het allerbelangrijkste van een weg, het allereerste, dat is de veiligheid. En dan komen zaken als doorstromen, of eigenlijk leefbaarheid, het doorstromen. Maar veiligheid is het allerbelangrijkste. Een aantrekkende werking van vrachtverkeer. Nou, er zijn metingen verricht in het verleden. We hebben gezien dat er in het nachtelijke uur een drietal vrachtwagens, en ik meen van de firma Oegema, meneer Mosterman, dat die tussen 1 en 2, heb ik dat goed, rond die orde van grootte, drietal vrachtwagens daar langskomen, wat niet wenselijk is, maar wat wel gebeurt. En 's middags rond een uur of 2, 3 komen die vrachtwagens dan weer terugzetten. Die intensiteiten die zijn gemeten en als het goed is zit er hier ook bij de rapportage, neem ik aan. In elk geval in februari hebben die erbij gezeten, dat weet ik zeker. Is het GVP, de gebiedsontsluitende weg, het enige argument? Nee, dat is niet het enige argument. Dat heb ik in de loop van mijn betoog ook al wel aangegeven. De klankbordgroep, andere verwachtingen. Een deel van de klankbordgroep, ja, maar een ander deel niet. En dat is wel iets om u heel duidelijk even mee te geven. Dat het toch genuanceerder ligt dan een wat hier vanavond te berde is gebracht. Alleen deze groep heeft zich, en dat is heel goed van ze en hun goed recht, zich duidelijk laten horen. Nou, de volgende bladzijde is blanco, dus ik heb het idee dat ik het allemaal heb gehad, voorzitter. Ik heb het in ieder geval niet wat gemist, maar dat moet de fractie zelf maar even bepalen. Maar u hebt nog een paar vragen doorgeschoven aan de heer Mosterman. En ik wil de heer Mosterman nu even het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 3 vragen genoteerd van mijzelf. Dat is de eerste vraag, is 80 km per uur. Zou dat ook in met een snelheidslimiet van 60 km per uur kunnen? In theorie zou dat kunnen. Als het wenselijk is, dat is wel even de vraag. Want je hebt een bepaalde manier wel gecategoriseerd van, nou, zo zou het moeten zijn. Hè, met een bepaalde minimum eisen eraan. En daar voldoet hij dan niet aan natuurlijk. Dus dat is even de vraag. De 60 variant, als je dan 10 tot 15 jaar vooruit zou kunnen. Qua capaciteit heb je dan voornamelijk over. Je zit er tussen een 60 en een 80 niet heel erg veel verschil. Dus qua capaciteit en dat soort zaken. En dan zou je dus ook 10 tot 15 jaar vooruit moeten kunnen gaan. Ook dat blijkt ook wel uit intensiteiten. Je hebt daar qua intensiteiten zit er nog rek in om wat de komende tijd ook bij een 60 km per uur variant om het verkeer in de toekomst op te vangen. En de laatste is bomenkap voor de extra bomenrij. Bij de 80 variant dan gaat wat de hele weg gereconstrueerd. Dus gaat alles eigenlijk wat de hele weg opgeschoven, met alle kabels en leidingen ook verlegd. En daardoor kost een extra bomenrij, dus aan de kant van het fietspad, dan heb je al de tijd en ruimte om de kabels en leidingen op een goede plek neer te leggen, zodat je er bij de extra bomenrij geen last van hebt. Bij een 60 variant
dan doe je relatief weinig aan de weg. En als je dan een extra woonrij toevoegt, dan liggen daar ook kabels en leidingen die dan weg zouden moeten gaan. En, of verplaatst moeten worden en dat soort zaken. En dat geeft extra kosten met zich, brengt dat met zich mee. Dank u wel, meneer Masterman, voor uw beantwoording. Naar mijn inziens zijn bijna alle vragen beantwoord. Ik wil toch nog even een tweede ronde geven voor diegene die nog een aanvullende vraag heeft. En meneer Rooijakkers, u bent de eerste. Ja, dank u wel. Ja, ik wilde controleren of ik het wel goed begrepen had wat de heer Masterman heeft verteld. En ik interpreteer het als volgt en dan kunt u zeggen of dat het klopt of niet, of de wethouder. Ik constateer namelijk dat als je geen extra bomenrij plant, maar als je alleen de hinderlijke bomen wegneemt en het opnieuw asfalteert, dus de rest laat zoals het is, dat je dan niet die 260.000 euro voor die kabels hoeft uit te geven. Klopt dat? Oké, dank u wel. En dan had ik nog een ander punt. Ik had nog nadrukkelijk de vraag gesteld aan de wethouder. Namelijk, momenteel is die weg een 80 kilometer gebiedontsluitingsweg. Als je de bomen weghaalt en het asfalteert, waarom kan die dan niet gewoon blijven dienen als een gebiedontsluitingsweg? Omdat het dan een kwestie is toch alleen al van groot onderhoud. Dan hoef je toch niet over een hercategorisering van die weg te spreken. Het is gewoon een onderhoudszaak. Dat is tenminste mijn visie, afgezien van het feit dat mijn voorkeur is. Maar ik wil dat graag nog een keer horen. Meneer Van Leeuwen? Ja, wij proberen dan ook nu bij een renovatie van deze weg ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de indeling van 60 of 80 kilometer. Dus ik aarzel even om te zeggen van ja, dat zou zomaar kunnen. Onze wensen zijn duidelijk om zo goed mogelijk daarbij aan te sluiten en vooral de verkeersveiligheid. Hoewel er op de weg weinig gebeurt, maar u snapt net zo goed als ik dat als bomen kort op de weg staan, dat het risico groter is dan dat ze verder van de weg afstaan. Dus ik aarzel even om daar volmondig ja of nee op te zeggen. Durf ik niet ja of nee op te zeggen, voorzitter. Dank u wel. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, gelukkig hoorde ik de wethouder net zeggen, veiligheid is het allerbelangrijkste. Nou, daar gaan we elkaar vinden. Dat is al geruststellend, vind ik. Maar in de beantwoording van de vraag zei u net van, ja, wij hebben ons, of de drie advies. De drie adviezen zijn gebaseerd op de maximale variant. En wij baseren ons op de minimale variant. En vervolgens legt u het advies naast zich neer. Maar waarom vraagt u dan in hemelsnaam advies? En had u dan niet advies moeten vragen op basis van dezelfde uitgangspunten die u nu zelf ook hanteert bij uw keuze? Want dit zou bij mij eigenlijk komen. Ik kom dan tot de conclusie, je moet opnieuw advies vragen. Want ze zijn uitgegaan van een andere vooronderstelling. Dus het is een beetje gek dat u het advies vraagt en naast zich neerlegt, omdat het advies kennelijk is gebaseerd op een ander uitgangspunt. Daar zou ik nog wel graag uw commentaar op willen hebben. Ja, nou deze drie... Meneer Van Leeuwen. Sorry, voorzitter. Deze drie instanties zijn volledig op de hoogte van hetgeen wat er in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan staat. En het zijn zelfstandige organisaties die voor hun eigen verantwoordelijkheid adviezen uitbrengen. En ze hebben zich gebaseerd op de CROW-normen. En ja, daar staan we dus tegenover elkaar. Meneer voorzitter. Meneer Wildvang. Klopt het dat dat niet verwoord is in het stuk wat ik onder ogen heb gezien? Die diametrale tegenstelling tussen u en de drie instanties? Meneer Vleeuwen. Nou, uiteindelijk in de keuze natuurlijk wel. Het advies staat haaks op de keuze die het college heeft gemaakt. Dat het niet letterlijk in het voorstel staat, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Dan herhaal ik nog een keer, meneer de voorzitter, als ik even mag, dat ik het vreemd vind dat wij een advies krijgen van drie instanties. En dat hier nu bij de keuze die gemaakt wordt, een onderbouwing wordt beredeneerd die uitgaat van andere uitgangspunten. Dan begrijp ik niet goed wat we met die adviezen aan moeten. Ik zou zeggen van, ofwel we volgen ze op, dan zijn we klaar, ofwel we vragen opnieuw advies.
Wilt u hier nog op reageren, meneer Rotsvang? Nee, het is geen vraag, het is een constatering. Akkoord. Ik kijk even verder rond. Verder geen aanvullende vragen, dan sluit ik de informerende ronde af en gaan we verder met de opinierende ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Ik zie het lichtje bij de heer Jutten van Gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. De plannen met betrekking tot de Jachtlustallee hebben inmiddels de nodige vragen opgeleverd en verschillende meningen voortgebracht. Voor- en tegenstanders van de verschillende varianten hebben hun wensen naar voren gebracht. De fractie van Gemeentebelangen is op de infoavond aanwezig geweest om het proces naar een goed besluit te volgen. We zijn ervan overtuigd dat ieder de nodige informatie heeft kunnen verkrijgen en zijn of haar wensen naar voren heeft kunnen brengen. De keuze tussen de 60 of 80 kilometer laanstructuur behouden of kappen en herplanten en tussen hoge aanlegkosten of meer onderhoudskosten is wel een lastige gebleken. Het volgen van het vorig jaar vastgestelde GVVP of de weg afwaarderen naar een ergtoegangsweg is ook bepalend voor de toekomst. We begrijpen dat de wethouder dit voorstel op deze wijze heeft ingebracht en de gemaakte afspraken uit de GVVP volgt. Echter, voorzitter, het volgende. Ook de fractie van Gemeentebelangen kent de term voortschrijdend inzicht. En een wijze man zei ooit, inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Alle gemaakte vergelijkingen in de uitwerking van de varianten en de inbreng van onze inwoners en de diverse instanties brengen ons tot het inzicht en de conclusie dat de punten 2 en 3 van het voorliggende voorstel niet op onze steun kunnen rekenen. Wat ons betreft zien we graag dat het voorstel was gewijzigd. Dat wil zeggen, betreffende punt 2 spreken wij de voorkeur uit voor een 60 kilometer variant zonder rotonde bij zandspeur. Wij baseren ons standpunt mede op het advies van zowel politie als Veilig Verkeer Nederland, die daar een rotonde niet nodig vinden. Een goede, overzichtelijke aansluiting zal het verkeer vanaf het zandspoor voldoende afremmen en geheel overzichtelijker en veiliger maken. En zeker voor de fietsers moet daar extra aandacht zijn. Er zal slechts een beperkt aantal bomen gekapt moeten worden en dat zal de veiligheid en het wegbeeld alleen maar verbeteren. En onder punt 3, het benodigde krediet beschikbaar te stellen, behoorde bij deze variant en daarmee ruim 1,5 miljoen minder te hoeven uitgeven. Wat ons betreft kan op deze wijze gewijzigd voorstel in de komende raadsvergadering wel op onze steun rekenen. We zullen daarvoor in de raadsvergadering een amendement indienen, waarna bij aanname van dit voorstel, wat ons betreft snel gestart kan worden. Want men heeft al lang genoeg gewacht in de leuzen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten, meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, mensen, toehoorders, heb ik gezegd. Meneer Nijburg. Ja, dat applaus was voor mij, denk ik. Daar straalt u ook helemaal uit. Ja, precies. Voorzitter, we zijn blij dat de wethouder in ieder geval heeft aangegeven dat veiligheid op nummer 1 staat. Hij heeft dat is door meerdere ook gevraagd. Ik wilde het net ook vragen ter bevestiging, maar het is volgens mij heel erg duidelijk. Het gaat allereerst om veiligheid. En verbreding van de weg leidt niet tot een veilige weg. De tijdwinst bij 80 kilometer is, heb ik iemand horen zeggen, 22 seconden. Nou, dan moet je ook afvragen wat dat aan winst oplevert. Vervolgens is de aanzuigende werking groot als je de weg gaat verbreden. Verkeerstoename zorgt voor grotere drukte, zorgt voor onveiligheid. En de discussie die net al even plaatsvond, dat er meerdere instanties een advies geven op grond van de vragen die zijn gesteld, hebben ons ook in deze richting geschoven. Dat veiligheid echt nummer 1 is en dat je het niet bereikt door die weg 80 kilometer te maken. Verder wordt het landschap, dat is het tweede punt van ons, geweld aangedaan als de meeste bomen gekapt worden. Belangrijk punt wat ons betreft vergelijkt de rechter en zijn dijk. De kosten zijn wat ons betreft ook veel te hoog voor al die opties die we hebben gezien. En als we de zaak zo op een rij zetten, dan zeggen we ja, het was een goed proces met de klankbordgroep, maar de uitkomst verbaast ons. De varianten zijn niet helder op een rij gezet qua plus en min punten. Alle signalen wijzen in de richting van 60 kilometer. Waarom gaat het college dan voor de 80 kilometer? Daar begrijpen we echt niets van. 60 en 80 zijn wel beide opties die door het college zijn aangegeven. We begrijpen dat op basis van het GVVP de weg als ontsluitingsweg is aangemerkt. Maar het GVVP is geen wet van mede en persen, als we weten wat het is. Die kun je aanpassen en dat kunnen we gewoon met elkaar doen. Een ontsluitingsweg hoort 80 kilometer te zijn.
Wij zijn voor een 60 kilometer variant, vooral vanwege de punten van veiligheid, landschap en kosten, maar ook omdat de variant van het college niet voldoet aan de ontsluitingsweg. Je hebt je ventweg nodig, daar is ook al over gesproken. Wij denken dat dat anders zou moeten. Als je zo de criteria op een rij zet, dan hou je krap 30 seconden over aan tijdwinst, de kosten van een paar honderd bomen en 1,5 miljoen euro. En dat lijkt de ChristenUnie geen goede optie. Dus we zijn daar niet voor. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst wil ik toch nog even bedanken voor de stukken. Ze zijn wat ons betreft ook wel goed leesbaar. En inderdaad, de uitwerking was zoals die ooit besproken was in de Raad. Misschien is het toevallig, maar afgelopen week kregen we als CDA-fractie een gedicht van Toon Hermans onder ogen. Het gedicht gaat over bomen. En ik citeer een paar laatste regels. Ik zag hun angstig beven in donker en in licht. En zie mijn eigen leven in hun verweerd gezicht. Nou, toen wij dat gedicht hoorden, dan zijn dat treffende regels als je het hebt over cultuur en identiteit. De meest groene gemeente, zeg maar. Tijdens de voorbespreking hebben wij als CDA-fractie 3 uitgangspunten gebruikt die uiteindelijk hebben geleid tot onze opinie. Maximale veiligheid als eerste. Tweede, de landschappelijke waarde. Niet meer bomen kappen dan nodig is. En het derde, de kosten. En bij het lezen van de 3 varianten blijkt duidelijk dat de 80 kilometer weg niet beantwoord wat ons betreft aan deze 3 uitgangspunten. Uit de onderzoeken blijkt dat de veiligheid minder is bij een 80 kilometer weg dan bij een 60 kilometer weg. Wij keken er dan ook anders aan tegen het college, of dan het college, en wij vinden dus dat de maximale veiligheid niet gediend is bij een 80 kilometer weg. Alle bomen moeten worden gekapt, mijn 80 kilometer variant, en het is een enorm dure variant. Bij de bespreking van het GVVP heeft de CDA-fractie al gezegd dat de afwaardering naar een 60 kilometer weg, wat ons betreft, tot de mogelijkheden behoort. En uiteraard hebben wij ook geluiden gehoord van inwoners die voor een 80 kilometer weg zijn. Verder missen wij het onderzoek naar verkeersstromen en effecten op omliggende wegen, zoals bijvoorbeeld de Bakslaan. Het is niet beschouwd in het voorstel, we hadden er wel om gevraagd. Voordeel van deze informatie was geweest dat je iets kon zeggen over de positieve en negatieve bijeffecten van wegaanpassing, jachtlustenrelay op de andere wegen in Nieuw-Leuzen. Alles overziend. De uitwerking van optie 1 is prima, is goed voorstel, kunnen we achterstaan. Optie 4, de rotonde bij het Zandspeur, lijkt niet nodig als er gekozen wordt voor een 60 kilometer variant. En een goed voorstel wordt gedaan vanuit veiligheid. Dus wat de CDA-fractie betreft zijn aspecten als veiligheid, de beperking van bomenkap, de kosten doorslaggevend richting een 60 kilometer weg. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik beperk me in mijn opmerking even tot de varianten 2 en 3. Ik geloof dat we over de andere onderdelen wel eens zijn of gaan worden in ieder geval. Daar lijkt er niet de grootste problemen te zijn. Ja, het gaat opnieuw over een laan met bomen, hè, die ons bezighoudt. En opnieuw een collegevoorstel met grootschalige kap van die bomen, wat als voorkeursvariant naar voren wordt gebracht. Je zou bijna denken dat we in Dalfsen wat boomvrees hebben. Het landschap Overijssel, Veilig Verkeer in Nederland en politie, allemaal en zonder aarzeling geven ze een sterke voorkeur aan voor een inrichting van de jachtlustenrelay als een 60 kilometer variant erftoegangsweg. Nou is in het stuk niks vastgelegd over de uitgangspunten die die 3 organisaties hebben moeten hanteren. En u zegt nu dat dat een verschillende is geweest met degene die u hebt gebruikt. Ik kan het niet terugvinden, dus ik ga ervan uit dat ze de goede hebben gehanteerd, dus je kan er niet zomaar omheen. Bij alle 3 speelt het veiligheidsaspect een hele grote rol. Niet kunnen scheiden van landbouwverkeer, oversteken en langzaam verkeer, met name fietsers, en de toch maar marginale snelheidswinst, allemaal met een sterke mening naar voren gebracht. Daarnaast speelt de cultuurhistorische waarde van de laan een rol, het milieuaspect, de aanzuigende werking die de verbreding zonder meer zal hebben. Allemaal aspecten die we zwaar willen laten wegen. En ook vanuit de Nieuw-Leuzen bevolking is toch een vrij sterk signaal naar voren gekomen.
dat men niet zo gelukkig is met de voorgestelde inrichting. Een petitie, we hebben het vanavond gezien, actiegroepen, is toch een serieus te nemen geluid. En laten we eerlijk zijn, we hebben het hier wel over nieuwe leuzen. Ik bedoel, voordat ze van daaruit in beweging komen met dit soort dingen, dan is er wel wat aan de hand. Tel daarbij nog eens op de opmerkingen die u zelf ook maakt. Namelijk dat een grootscheepse herinrichting vanwege de objectieve veiligheid niet noodzakelijk is. En dat het uiteindelijk ook nog eens stukken goedkoper is. Dan kun je eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen dat we voor variant 2 moeten kiezen. En zeker, dat zou betekenen dat de jacht Öster Allee mogelijk moet worden afgewaardeerd. Maar ja, we hebben bij de vaststelling van het GVVP mogelijk hier ook niet helemaal de goede inschatting gemaakt. Dat wil ik wel direct voor mijn rekening nemen. Althans hebben we daar onvoldoende scherp op gelet. Wellicht met de uitzondering van D66 die daar wel een opmerking over maakte. Ja, dan ligt er ook nog de groeivariant. Hoewel die niet uitgewerkt is. Die zou natuurlijk de pijn met betrekking tot die grootschalige kap mogelijk wel wat weg kunnen nemen. Maar het veiligheidsproblematiek blijft dan overeind. Wordt dan ook nog eens weer nog weer duurder waarschijnlijk. Gaat langer duren. En uiteindelijk gaan toch ook die 600 gezonde bomen, volgroeide bomen, er gewoon uit. En die vervang je niet zomaar even door nieuwe. Dus wij stellen voor variant 2, 60 kilometer weg. En op het punt van de rotonde bij de Zandspeur zien we graag het amendement tegemoet. Maar dat lijkt ons een goed voorstel. Tot zover. Dank u wel, meneer Hulsvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. We hebben hier ook al over gesproken in de Raad op 30 januari. En daar hebben we ook veel suggesties gedaan. Onder andere door te kijken naar een structuurvariant. En het CDA heeft ook nog gezegd van bekijk die N-wegen erbij. De Partij van de Arbeid vroeg zich ook af wat het probleem was omdat de weg al veilig was. Dus er zijn best wel veel suggesties gedaan. En ik ken het gevoel van humor van de wethouder. En af en toe denk ik van misschien heeft hij wel de 18 of de 80 kilometer variant voorgesteld, omdat hij eigenlijk zelf de 60 wilde. Omdat er toch zo ongelooflijk veel bezwaren tegen de voorgestelde 80 zijn. We hebben inderdaad heel veel brieven gehad van de heer Burgerlijk Comité Boze Burgers. We hebben het actiecomité gehad die twee duidelijke brieven hebben opgesteld van 5 mei en 23 mei. D66 heeft de peilingen aan op Twitter. We hebben 650 hits daarmee gescoord. 85% van degenen die een stem uitbracht was voor 60 kilometer. 9% voor een 80 en 6% geen mening. En naast inhoudelijke punten en argumenten, ik kom er nog op terug, valt het op dat men zich in bijzonder stoort, ook in de brieven en in de reacties aan het gevolgde proces. U hebt daarvoor al een beetje het boetekleed aangetrokken. In eerste instantie heeft u de complimenten gekregen voor de participatiebijeenkomsten. Maar daarna was het in de ogen van de betrokkenen niet meer dan een rookgordijn. En ik kan me daar iets bij voorstellen, omdat als we de argumentatie nu horen, u zegt van ja, we moeten een gebiedontsluitingsweg worden en volgens het CROW moet het dan zus en zo en wat we doen is sowieso een minimumvariant. Dus u wist eigenlijk al wel van tevoren dat de bomen gekapt moesten worden, dat het 80 kilometer zou worden als u het zou inrichten volgens het GVVP. Dus waarom dan op deze moment het gevolgde proces? Het zou jammer zijn als de bevolking de volgende keer als we participatie vragen op deze ervaringen teruggrijpt, zeker als onze partij. Dan over de inhoud. Het enige argument, de onderbouwing, lijkt het volgende. De Raad heeft de weg in het gemeentelijk vervoer en verkeersplan als gebiedontsluitingsweg aangewezen en daarom moet hij zo worden ingericht. En mijn reactie daarop is, ik neem zomaar aan dat u daarbij die richtlijnen van het CROW hebt aangehouden en dat de Raad, ik heb ook wel een beetje begrip voor wat de heer Wildvang zegt, maar met de Raad heeft met de karakterisering van de gebiedontsluitingsweg in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan niet besloten dat de weg rigoureus volgens het CROW opnieuw zou moeten worden ingericht. Ik vind ook niet dat u daar de Raad de schuld aan moet geven. Maar zoals vastgesteld tijdens de vragenronde is de CROW een handvat, richtlijnen of advies en geen verplichting. En die richtlijnen die zijn opgesteld tussen overheden en private partijen en de doelstellingen bij die opzet was altijd op de eerste plaats bevorderen van de veiligheid en op de tweede plaats comfort en technische levensduur.
En sterker nog, bij de aanstaande invoering van de omgevingswet, waar we allemaal mee worstelen in de voorbereiding, omdat dat ongelooflijk veel werk is, die is nog meer gericht op lokaal maatwerk. Dus juist meer weg van de landelijke regels. Wat willen we nog meer? Ik zeg wel eens, nadenken is niet verboden. De weg is nu 80 kilometer en is kennelijk veilig. Dat zou zo kunnen blijven na het weghalen van een aantal storende bomen en opnieuw asfalteren. Maar volgens alle adviezen van politie, Veilig Verkeer Nederland en meerdere instanties is het veiliger en beter om een 60 kilometer weg van te maken. Vooral vanwege verschillende erfaansluitingen en het gebruikte landbouwverkeer. En dat willen wij graag ondersteunen. Dus wees verstandig, volg het advies van alle partijen en geef niet onnodig meer dan 1,5 miljoen extra uit. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. In de afgelopen weken hebben we gezien dat het onderwerp sterk leeft in Nieuw-Leuzen. Veel mensen hebben een petitie getekend die de kap van de bomen moet voorkomen. Een duidelijk signaal. Voor ons geldt dat we naar dit onderwerp gekeken hebben met gezond boerenverstand. Waar hebben we het over? Wat levert het op en wat mag het kosten? En wegen de kosten op tegen de opbrengsten. Als we deze vragen terugbrengen naar de essentie, bij de 80 kilometer variant winnen we op een afstand van 2 kilometer 30 seconden. Dat is een mooi resultaat. Maar hebben we hier vervolgens 1,5 miljoen euro extra voor over? En juist daar wringt wat ons betreft de schoen. Nee, dat hebben we daar niet voor over. En zeker niet in combinatie met de verminderde verkeersveiligheid, alle gegeven adviezen en niet te vergeten de bomen. De Jachtlusterallee is een gebiedsontsluitingsweg. Maar daar dan vervolgens een 60 kilometer weg van maken, kan wat ons betreft ook. Voor de gebruikers van de weg maakt het behalve de 30 seconden tijdswinst volgens ons niets uit. De afgelopen jaren hebben immers al laten zien dat de weg breed genoeg is. Landbouwverkeer, vrachtverkeer en overig verkeer kan prima samen over deze weg. Daarnaast zorgt de 60 kilometer variant ervoor dat de weg veiliger wordt. Minder kans op letsel zoals de politie aangeeft. De argumenten die we in de notitie zien staan pleiten aan alle kanten voor de 60 kilometer per uur variant. Variant 2 is wat ons betreft ook de enige logische optie. Kosten, veiligheid en bewezen gebruik van de weg laten dit overduidelijk zien. En het mooie is dat de huidige laanstructuur van de bomen behouden blijft. Vervolgens variant 1, het fietspad. Het grootste deel van de Jachtlusterallee heeft al een gescheiden fietspad, wat de veiligheid ten goede komt. Het noordelijke deel van de Jachtlusterallee heeft deze scheiding nog niet. En juist daar zien we veel fietsverkeer, van bijvoorbeeld de Grift naar Nieuw-Leuzen. In de wintermaanden zijn deze slecht zichtbaar, wat gevaar oplevert. Variant 1 pakt deze situatie wat ons betreft goed aan. En ook de andere fietsers worden zoveel mogelijk langs de rijbaan gestuurd. En niet op de rijbaan. We kunnen dan ook instemmen met variant 1. Het nut van de rotonde, variant 4, ontgaat ons volledig. Zeker als we kiezen voor variant 1. U geeft zelf al aan dat bij de keuze voor variant 1 er veel minder gebruik gaat worden van de rotonde door fietsers. U geeft ook aan dat de zandspeur niet een belangrijke verbindingsweg is. Dus nut en noodzaak van deze variant is er niet, zoals u ook eigenlijk zelf al aangeeft. Samenvattend kiezen we dus voor variant 1 en 2. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik wil zo nog even teruggaan naar de wethouder om een reactie. Maar voor de publieke tribune, u hebt de nodige afkortingen gehoord. En ja, meneer Rooijakkers heeft een hele afschuw aan die afkortingen. Maar hij gebruikt regelmatig de CROW. En wat betekent dat? Dat is een afkorting voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water, Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Dus je kunt begrijpen dat we de afkorting CROW gebruiken. Dat even als aanvulling. Meneer Van Leeuwen, wilt u reageren op de opinies? Nou, vrij kort, voorzitter. De Raad staat het volkomen vrij om anders te handelen dan er in het GVVP staat. Dat is het voorrecht van een raad. Ik ben het alleen niet volledig eens met de conclusies die de heer Rooijakkers trekt over het participatieproces, want dat ben ik gewoon niet met hem eens. Dank u wel, wethouder. Dan kom ik tot mijn eindconclusie.
En ik denk inderdaad dat we, maar dat heeft de wethouder zelf ook al even aangegeven, dat we wat de burgerparticipatie betreft, dat we daar wel wat aandacht aan kunnen schenken. Voor de rest is het eigenlijk raadsbreed dat men gaat voor een 60 kilometer variant, waarbij veiligheid, landschappelijke waarde en de kosten voorop staat. Er is al gesproken over een amendement. Dus ik concludeer dat dit agendapunt als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 29 juni aanstaande zal gaan. En daarmee hebben we dit agendapunt afgesloten om 9:15. Voorzitter, ik hoop dat het 26 juni is. 26, sorry. Volgens mij heb ik die opmerking richting de griffier al een keer eerder gemaakt en maak ik zelf de fout. 26 juni. En het is inmiddels dus 9:15. En dan wil ik u allen de gelegenheid geven om een kopje koffie of thee te nuttigen. En dan gaan we rond 9:00 verder met de agenda. Met dan wederom een stuk over Nieuw-Leuzen. En wel de voorbereidende fase cultuurhuis De Spul. Welkom mensen naar de schorsing. Voor een aanmerkelijk legere tribune. Maar ook het volgende punt is belangrijk voor Nieuw-Leuzen. Namelijk punt 5, afronding fase 2 en start fase 3, cultuurhuis De Spul. Wederom verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Ambtelijke ondersteuning van de heer Laroy. Om een nieuw cultuurhuis in Nieuw-Leuzen te realiseren, heeft de raad in de afgelopen jaren een aantal besluiten genomen. In fase 1 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In fase 2 is besloten om de Rabobank te verbouwen, nieuwbouw te plegen voor de schakel en om ook het Agnietencollege in het nieuwe cultuurhuis op te nemen. Ook heeft de raad alvast de monitoringscommissie ingesteld en zijn er bestuursleden benoemd voor de stichting. De planvorming over fase 2 is afgerond. Daar is een rapportage voor opgesteld. Er is nu opnieuw een go-no-go moment voorzien en dat is misschien wel de belangrijkste. Want als de raad met dit voorstel instemt, gaat het daadwerkelijk gebouwd worden. Vandaag is nog beantwoording ontvangen van technische vragen. Deze zijn op het RIS geplaatst. Voor een deel gaat dat over het vertrouwelijk exploitatieoverzicht. En daar wil ik aan toevoegen, als u daar in het algemeen vragen over stelt, dan kunnen we dat gewoon in de orde van de vergadering verder behandelen. Wordt dit vertrouwelijk, dan moeten we wat dit aan punt betreft de vergadering schorsen en na behandeling van de andere punten in beslotenheid verder gaan. Maar als u in het algemeniteit de vragen stelt, dan zal de wethouder daarop antwoorden. Als u daar uitgebreid over, ja, dat heb ik net al gezegd. Ook dit stuk in twee ronden, informerende en opinierende. En ik wil met de informerende ronde beginnen. En wie mag ik als eerste het woord geven? U bent vandaag te vlot bij, meneer Veldhuis. Aan u de eer. Dank u, voorzitter. U geeft aan dat het bouwrijp maken niet eerder is voorzien. Het gaat hier om het verleggen van kabels en leidingen, het verwijderen van een fietspad, het verwijderen van bomen, daar zijn ze weer, en het verwijderen van lantaarnpalen en elektriciteitsvoorzieningen van sportvelden. Nou is mijn vraag van, zie ik het nou goed dat we dit niet eerder, waarom hebben we dat niet eerder kunnen zien? Is dit vergeten? Je weet toch van tevoren dat dit moet gebeuren, of moet ik dit anders interpreteren? De volgende vraag die ik heb is van, hoe moet ik de post extra bedragen voor aanvullende bouwkosten zien? Waarom deze kosten niet gebudgeteerd? Derde vraag die we hebben, u geeft aan dat de kosten voor de inventaris voor algemeen gebruik en de horeca voor rekening van De Spul zijn. Maar omdat deze nog in oprichting is, dan maar voor rekening van de gemeente komt. Het gaat hier om een behoorlijk bedrag. Worden deze kosten uiteindelijk wel doorbelast aan De Spul? Dus is dit een tijdelijke situatie? Dat zo houden de oprichting een feit is dat die kosten alsnog worden doorbelast. Als dat niet zo is, waarom doen we dat niet? Tot zover mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldhuis.
Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. De eerste vraag die ik had, die gaat over Flash en de te compenseren inkomsten. Maar ik heb gelezen dat dat waarschijnlijk komt voor de raadsvergadering. Een andere vraag die ik heb is, komen extra kosten voor het bouwrijp maken als gevolg van het verplaatsen van de schakel? Onze vraag is van, is er ook gekeken of die kosten ergens inverdiend kunnen worden? Of is het gewoon een plus? Ik heb ook het antwoord gelezen over de lokale aanbesteding. Ik ben nog benieuwd naar de basis van waarom 9%. Dus komt dat ergens vandaan of zo? En aan welke zaken moeten wij denken als u het heeft over lokale inkoop? Dat is het. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Koetsier. Gemeentebelangen, de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voor ons een mooi stuk. We zijn de laatste periode goed op de hoogte geworden middels de nieuwsbrief die we elke twee weken kunnen kijken. Eigenlijk staat er op dit ogenblik nog één vraag voor ons open. Kunt u ons aangeven of er nog meer kosten op ons af gaan komen dan de meer kosten die we nu gehad hebben? Dank u wel, meneer Schuurman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Een paar punten zijn al genoemd, maar ik wil ze even iets breder neerzetten. Ons dank voor het overzicht van de totale kosten. Daar hebben we de vorige keer om gevraagd. En daaraan gelijk de vraag, zijn dit nu alle kosten of komt er nog meer? Het blijft zo'n beetje hapsnap. We hebben de vorige keer aangegeven dat wij vinden dat de duurzaamheidskosten eigenlijk gewoon onderdeel moeten zijn van de plannen. En nu komen er weer kosten bij. Dat is eerder genoemd het bouwrijp maken. Dat blijven we raar vinden. Dat zijn toch kosten die je van tevoren kunt begroten. En daarnaast hoort ook nog wat ons betreft de aankoop van de Rabobank gewoon in het financiële plaatje. Want dat is ook onderdeel van de speel. Dus de vraag is, nou ja, de vraag heb ik nu net gezegd. De tweede gaat over Flash en de kantine. Als ik de stukken goed lees, gaat alleen Flash de kantine beheren. En inkomsten genereren. Maar de wethouder schudt al. Maar ik hoor straks het volledige antwoord wel. Want als ik het goed heb, is er nu ook nog een kantine die ook door vrijwilligers beheerd wordt. En hoe zit het dan met die verenigingen? Doen die daar ook in mee of niet? Dat is het tweede vraag. En de derde vraag is, zijn de afspraken gemaakt tussen de 75-25% regeling? Nu staat er wel dat organisaties die deelnemen hun eigen inrichting moeten verzorgen. Maar ik denk niet dat dat die 25% is. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, bijna dezelfde vraag die mevrouw Lasje net ook stelde. We hebben tot nu toe, het staat ook in het stuk, 9,9 miljoen kredieten beschikbaar gesteld. Wordt nu opnieuw 1 miljoen gevraagd, onder wat verschillende noemers. Langzamerhand wordt wat ondoorzichtig. Voor welke onderwerpen nou nog kredieten worden gevraagd en wat er mogelijk nog meer bij komt? Wanneer hebben we dat totaalplaatje van de te verwachten investeringen nou in beeld? Want we kunnen onderhand niet meer terug. En als er geleidelijk aan wat meer kredietaanvragen op deze manier bijkomen, dan heb ik het gevoel dat we in een fuik aan het zwemmen zijn. Het zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn, maar graag even wat meer duidelijkheid van wanneer nou het totaal in beeld is. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers. Ik heb mijn vragen schriftelijk gesteld, heb ik netjes antwoord op gekregen. Onder andere over de hoogte van de nog resterende onvoorzien. Wat nog op niveau is, maar misschien komt er straks even op terug. En een van de bestuursleden van de speel heeft mijn resterende vraag in de theepauze al beantwoord, voorzitter. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ik stel voor dat u weer opnieuw een theepauze inlast, voorzitter. Dat maakt het mij alleen maar makkelijker. Dank u, voorzitter. De vraag van de VVD, Veldhuis, is ook door andere partijen gesteld. Het bouwrijp maken, kabels, leidingen, het fietspad hadden we dat niet eerder gezien. Nou, dat fietspad wel. Kabels en leidingen, dat is wat lastiger. Dat kwam gaandeweg het proces naar voren. Bovendien moet u zich voorstellen, wij hebben dit proces zorgvuldig opgeknipt in drie fasen. De eerste fase was een haalbaarheidsonderzoek. En in dat haalbaarheidsonderzoek hebben wij ons hier niet mee bezig gehouden. Maar hebben wij gekeken, is het mogelijk om alle partijen in Nieuw-Leuzen op eenzelfde lijn te krijgen en met de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Daarover hebben we aan u gerapporteerd.
Vervolgens is er een tweede fase gestart waarvan we nu in een eindfase zitten. En in die fase zijn deze zaken in beeld gekomen en in beeld gebracht. En op basis van de stukken die nu voorliggen is het de bedoeling dat de Raad straks in de vergadering van 26 juni een besluit neemt over doorgaan of niet doorgaan. En dat wordt dan de derde fase en dat is de feitelijke verwezenlijking van de plannen. Dus in de eerste fase, nogmaals, hebben we hier niet naar gekeken, nadrukkelijk niet, want toen hebben we echt ons handen vol gehad om zowel de beoogde participanten als de Raad mee te krijgen in het proces. Daar hebben we met de Raad ook nog wat extra sessies aan aangeweid. En in het tweede fase onderzoek zijn deze zaken naar voren gekomen en die worden u nu hier gepresenteerd. En dat er dan ineens meer dan alleen leidingen liggen waar de lantaarnpalen door stroom worden voorzien, dat was voor ons ook even een verrassing. Natuurlijk niet voor de mensen van civiel, want die hadden dat wel in de peiling. Maar voor ons was dat als relatieve leken wel een verrassing. Extra bedragen aanvullende bouwkosten. Nou, ik kijk even naar de heer Laroy, maar voor zover ik weet hebben we wat de bouwkosten betreft alles op dit moment in beeld. Hij zegt ja. En inventaris doorbelast aan de spil. Dat wil ik ook graag zometeen even aan de heer Laroy overlaten. De CDA zegt flash compenseren. U krijgt inderdaad, is de bedoeling, voor de raadsvergadering daarover informatie. Ik heb een afspraak staan op 14 juni met flash. Om te kijken hoe we, want ze hebben een opstal contract en daarin staat een bepaling hoe je daar van elkaar af gaat, zou kunnen komen, laat ik het zo zeggen. En daar moeten we invulling aan geven. Uitgangspunt is, en dat hebben we van het begin af aan gezegd, dat partijen er niet beter van hoeven te worden, moeten worden. Dus dat is wel het uitgangspunt waar wij als college mee werken. U zegt bouwrijp maken van de schakel, is er ook nog wat in te verdienen? Wij hebben daar op dit moment geen berekeningen aan ten grondslag gelegd. Maar op het moment dat het Agnietencollege overgaat naar de nieuwe behuizing, dan vervalt het gebouw van Agnietencollege aan de gemeente. En zijn daar inverdienmogelijkheden door de bestemming te wijzigen en daar bijvoorbeeld woningbouw te realiseren. Maar daar hebben we op dit moment nog niet aan gerekend, omdat dat vonden we vrij prematuur om dat nu al te gaan doen. Lokale inkoop 9%, waar denk je dan aan? U heeft in de beantwoording kunnen zien dat er bij de trefkoelen een aantal partijen betrokken zijn geweest voor wat betreft de inkoop. Daar is toen geen minimale grens aangesteld. Dat is in deze uitvraag wel gedaan. Maar u kunt dan denken aan vloerbedekking, aan schilderwerk, aan er wordt op dit moment in de buiten aankleding van het gebouw gedacht aan houtwerk. Nou, er is hier een grote partij in de gemeente die dat die dat verzorgt. Dat soort dingen moet u dan aan denken. Gemeentebelangen. Zijn er nog meer kosten dan nu geraamd? Degene die ik u al gemeld heb, namelijk de inrichting van de buitenruimte. Dat is er eentje die ook nog op de rol staat. En daar willen we proberen om ook op dezelfde manier mee om te gaan als dat we nu doen met gedaan hebben met de spil. Proberen om zaken multifunctioneel te maken. Dus dubbel of driedubbel gebruik. Waardoor je een maximale benutting ook van die buitenruimte kunt krijgen. Mevrouw Lasje, zijn dit alle kosten of nog meer? Nou, ik heb net gezegd, de buitenruimte, dat hebben we van het begin af aan aangegeven dat die nog moet. Bouwrijp maken is onderdeel van alles, ja, maar dat is eigenlijk in het verlengde wat ik de heer Veldhuis zei. Fase 1 hebben we ons daar nog niet mee bezig gehouden. Fase 2 hebben we dit nu wel in beeld gebracht en dat ligt nu aan u voor. U zag mij nee schudden toen u zei, flash gaat alleen de kantine beheren. Nee.
De kantine wordt beheerd door het bestuur, door het stichtingsbestuur. En het stichtingsbestuur gaat daarbij in elk geval een professionele kracht inzetten. En daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van vrijwilligers. En die worden daarvoor dan gecompenseerd in de zin van dat er dan inkomsten die kant op vloeien. Dat geldt voor Flash, maar dat geldt ook voor andere partijen die daar aan deel zouden nemen. Stel u voor dat er is volgens mij op dit moment ook een badmintonvereniging actief in de schakel. Als die daar ook mensen voor leveren, dan zal dat naar rato verdeeld moeten worden. Maar dat is des bestuurs. En het bestuur heeft daarover ook al gesprekken gevoerd met de participanten. Zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de 75-25% regeling? Nog niet specifiek, maar daar moet straks wel in het overal plaatje helderheid over verschaft worden. Ik refereerde net even aan het Agnietencollege. Nou, dat zal een aanzienlijke inbreng in het verhaal zijn. Maar met de bibliotheek moeten we ook nog gesprekken voeren. Dat is ook een potentiële inbreng die niet onaanzienlijk is. Maar daar kan ik op dit moment, wat betreft Agnietencollege zal dat wel bekend zijn op de 26e. Bibliotheek heb ik ook binnenkort een gesprek mee, maar of we er dan in één keer uitkomen durf ik nog niet te zeggen. Wel wat betreft exploitatie, maar over de inbreng hou ik even een slag om de arm nog. Nou, ik hoop niet, meneer Wildvank, dat u zich voelt als een vis die de fuik inzwemt. Want dat is zeker niet onze bedoeling. U zegt wanneer het totaal in beeld. Bedoelt u dan het hele eindbeeld, inclusief het primair onderwijs? Of bedoelt u inclusief primair onderwijs? Nee. U heeft het totaal in beeld op het moment dat wij die buitenruimte ook ingeschat hebben. En daar hebben we nog wel even iets tijd voor nodig. Als ik een voorbeeld mag geven, maar ik streef er nadrukkelijk naar om dat toch lager te maken, door die multifunctionaliteit waar ik het net over had. Voor de trefkoelen is destijds een bedrag van €800.000 beschikbaar gesteld en het is voor 750 gerealiseerd. Maar wij streven er echt naar om dat lager te krijgen. Door een betere dubbelgebruik. Maar dan heeft u even een beeld van hoe het in elk geval bij de trefkoel is gegaan. Meneer Voorsman, even kort verduidelijkend. Ja. Met andere woorden, eind juni zul je de beslissing nemen. Dan zegt u van dit is het bedrag exclusief buitenruimte. Exact. Ja, dat waren de vragen die u gesteld zijn, meneer Verleeuwen. En u hebt nog één vraag doorgeschoven naar meneer Laroy. Ja, dat betreft... Oh, sorry, ik ben te snel. U wilt nog... één vraag die is wat mij betreft nog niet beantwoord. Dat is waar die 9% op gebaseerd is. Van lokale inkoop. Waarom niet 15 of 20 of... Meneer Verleeuwen? Dat laat ik even aan de techneut over, voorzitter. Dus twee vragen voor meneer Laroy. Ja, ik begrijp dat ik die andere vraag ook even op in zou gaan. Dank u wel. Even over de posten die voor het bestuur van de spil genoemd staan in het voorstel. U hebt in januari het bestuur benoemd. Ze zijn aan de slag gegaan. En het is een nieuw bestuur, een nieuwe stichting. Dus eigenlijk met geen enkele subsidierelatie nog met de gemeente. Dus ook met €0 in het huishoudportemonnee, zogezegd. Het bestuur is voornemens om gewoon een aantal activiteiten op te starten dit jaar. Om als stichting aan de slag te zijn. Daar hebben ze opstartkosten voor. Die zijn begroot. Ik dacht dat die ook bij de stukken zat als bijlage. En daarnaast heeft het bestuur, net als elke gebruiker in het gebouw, we hebben gezegd, ja, de losse inventaris is des gebruikers.
Dat is ook voor een deel dus de inbreng van de gebruikers in het deelnemen in de speel. Alleen dan zeggen we dat tegen het bestuur van de speel en die zit ons aan te kijken. Ja, maar van een lege huisartsportemonnee kunnen we dat niet betalen. Dus we hebben al gezegd van dat vergt dan een stuk extra investering van de gemeente. Het komt vervolgens wel in de exploitatie terug, want je schrijft erop af. Dus naar de toekomst toe zal het bestuur zelf uiteindelijk moeten zorgen voor hun losse inrichting, zoals elk stichtingsbestuur dat doet. En daarnaast is het natuurlijk zo dat we in Nieuw-Leuzen een bijzondere situatie hebben, dat we een nieuw bestuur optuigen, inrichten en van start laten gaan met een cultuurhuis. Daarnaast hebben we het bestuur van Stichting De Schakel. En de sporthal gaan we opheffen en het stichtingsbestuur zal op een gegeven moment ook stoppen en de stichting wordt opgeheven. Nou is dat een stichting die een relatie heeft met de gemeente, ook qua subsidie. En daar zijn ook gesprekken mee. En daar zal het bestuur van de speel ook afspraken mee maken door een zogenaamde warme overdracht. En wij zijn wel voornemens om daar te kijken van wat daar een positief saldo uiteindelijk is. Wat ten gunste kan komen van de speel. Schuine streep ook ten gunste kan komen om dit soort uitgaven gewoon met elkaar wellicht op enige manier iets in te gaan verrekenen. Maar dat is nu nog gewoon te vroeg in het proces om daar al heel concreet dingen over af te spreken. Daar moeten we eerst iets verder in zijn. Dus dit is in ieder geval om te waarborgen dat het bestuur van de speel een goede start kan maken. Maar we willen ook gewoon kijken naar de toekomst, heel pragmatisch. Op welke manier kunnen we ook voor een redelijke manier zorgen dat een deel van die kosten misschien gecompenseerd kunnen worden met een positief saldo van de schakel. Ja. Om even iets concreter te worden. De schakel heeft in het verleden een lening gehad van de gemeente. 600.000 euro staat er uit, denk ik. Een lening van 629.000 euro. Ja. En op dit moment is het het saldo van de Stichting De Schakel meer dan voldoende om die af te lossen en om nog een inbreng te doen in het nieuwe speelbestuur. Maar die verrekening die moeten we maken per 1 januari aanstaande. Maar die lening wordt dus zonder meer afgelost en daarnaast is er dan nog een bedrag over wat verrekend kan worden met het bestuur van de speel. Dank u wel voor de toevoeging. En u had nog een vraag over staan, meneer Leroy. Over de lokale inkoop. Ik moet eerlijk gezegd even dat percentage van 9%. Daar zit een ratio achter, maar die heb ik op dit moment zo niet paraat. Dus dat ga ik even uitzoeken. We hebben daar zeker wel heel bewust naar gekeken om dat in het criteria te benoemen. Om de inschrijvende partijen ook echt te prikkelen om met ideeën en voorstellen te komen. En een van de ideeën bijvoorbeeld is, dat kan ik als voorbeeld noemen, is dat de aannemer die het gegund wordt ook een oplossing gezocht heeft met de Union Bouwmaterialen aan Den Hulst. Om daar afspraken te maken over het afleveren van bepaalde goederen en om dat met een stukje logistiek en verkeersstromen zo rustig mogelijk en een min mogelijke frequentie over de Bakslaan te laten gaan naar het middengebied. Want het middengebied is wel midden in Nieuw-Leuzen en vraagt dus ook het een en ander over verkeer. Dus dat is een combinatie waarbij een aannemer en nadenkt over het verkeer en een oplossing zoekt in lokale ondernemers die we kennen. Maar dat percentage krijgt u nog even van mij als antwoord. Ik wil toch nog even over de vragen van Bouw Rijp, als het mij toestaat, een kleine aanvulling te doen. Het is correct wat de wethouder aangeeft. Het is misschien goed u te vertellen dat wij gewoon in de ontwerpfase, met de selectie van de architect, een aantal verschillende ontwerpen hebben gehad. En het streven bij het cultuurhuis was om een zo compact mogelijk, efficiënt gebouw te realiseren. We hebben ook architecten gehad die hadden een heel erg wijd uitgespreid ontwerp over het hele middengebied en dat voldeed niet aan onze eisen van compact bouwen, samen delen van ruimte, want als er allerlei buitenruimte tussen zit, dan is het toch moeilijk om ruimtes te delen. Het ontwerp is ook wel een beetje bepalend waar je komt met je footprint op de plek van de grond waar je staat. En het compacte ontwerp
heeft er wel voor gezorgd dat we gewoon ook in de grond dingen moeten doen waar jaren geleden dingen neergelegd zijn waarvan ze niet gedacht hadden dat ze er op deze manier lagen. Dus het is inderdaad een punt van in de ontwerpfase hadden we een heel ander ontwerp gehad, dan was het bouwrijpverhaal ook heel anders uitgepakt wellicht. Maar misschien op een andere plek waren we weer andere dingen in de grond tegengekomen. Dus dat kun je nooit helemaal van tevoren weten. De grond zit vol verrassingen. Dat is het informerende gedeelte. Dan wil ik verder gaan met het opinierende gedeelte. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We staan op het punt om de volgende stap weer te zetten voor het nieuw te bouwen cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. Het laatste grote cultuurhuisproject nadat er in de afgelopen jaren prachtige projecten zijn uitgevoerd in de andere kernen van de gemeente Dalfsen. Dit project in Nieuw-Leuzen is een enorme investering en het wordt veroorzaakt doordat het middelbaar onderwijs hier ook in betrokken is. Er komt heel veel samen en dat zorgt voor deze grote investering en aan de andere kant het levert ook schaalvoordelen op en dat is het grote voordeel. Dus beter in één keer goed en samen dan blijven hangen op verschillende locaties. Het stuk laat de voordelen zien. Daar waar zaken gecombineerd konden worden, is dat gedaan. Alle sleutels zijn door alle partijen ingeleverd en straks is er één sleutel over die elke betrokken partij in overleg kan gaan gebruiken. Wat dat betreft een staaltje duurzaamheid. Complimenten dan ook voor alle deelnemers. Het vraagt echt om loslaten van bestaande en vertrouwen hebben in elkaar en de toekomst. De afgelopen maanden is er hard gewerkt en is er veel constructief overleg geweest. Gemeentebelangen is dan ook blij dat het project in fases is opgedeeld, zodat er steeds overzichtelijke stappen genomen konden worden. Deze fases hebben ervoor gezorgd dat er stappen gezet bleven worden en dat onduidelijkheid op een enkel onderdeel niet het hele proces heeft afgeremd. Vandaag hebben we het over het afronden van fase 2 en het opstarten van fase 3. We zien extra kosten voorbij komen en begrijpen dat de kosten noodzakelijk zijn. Voor het overzicht was het wel mooi geweest als ze vanaf het begin al waren begroot, maar niet goedkeuren is geen optie en zonder kan ook niet. En we begrijpen ook helemaal de afweging die net gegeven is. Door de verplichte aanbestedingsprocedure begrijpen we dat niet alles door lokale bedrijven kan worden gebouwd, maar we vragen de wethouder en de projectleider wel om erop toe te zien dat er zoveel mogelijk gewerkt gaat worden met lokale bedrijven. We hebben in onze gemeente veel bedrijven met heel veel kwaliteit en we hopen dat die ook aan het werk kunnen gaan bij dit mooie project. We willen ook de monitoringscommissie oproepen om goed mee te kijken bij de bouw van De Spil. We hebben nu een tegenvalletje, maar aan de andere kant, er zullen ook nog meer in synergie voordelen te behalen zijn. Tegenvallers moeten wat ons betreft uit de bestaande budgetten gehaald worden om te voorkomen dat de kosten hoger worden. We zijn het eens met het voorstel om fase 2 af te ronden en te starten met fase 3. En we zien het graag aan het einde van de maand weer terug op de agenda voor de go of no go. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Bedankt voor de stukken. Het geeft wat ons betreft een goed overzicht naast de tussentijdse informatie die we ook gekregen hebben over de ontwikkeling van waar we nu staan. Voorafgaand willen we benadrukken dat het bij de ontwikkeling van het middengebied vooral gaat om samen. Samen realiseren van een bruisend hart die de verbinding legt tussen mensen. Een unieke kans waarbij een sterke basis is gelegd door het besteden van veel tijd in het begin van de ontwikkeling aan de samenwerking. Daar hebben we veel over gehoord, was ook erg positief. Laten we dat ook vooral vasthouden. Succes zit hem niet in de stenen, maar in een goede samenwerking, hebben we eerder gezegd. De gemeente staat via de cv op afstand en dat is goed wat ons betreft. De deelnemende partijen kunnen en moeten hier een succes van maken. De CDA-fractie is bijvoorbeeld heel benieuwd naar de eerste gezamenlijke programmering. We hebben hier nog niets van gezien. Wellicht kunt u aangeven wanneer we dit tegemoet kunnen zien. Het gaat al met al om een grote investering, dat realiseren we ons. En het brengt ook veel op voor het dorp. Tegelijk willen we ook kritisch blijven. Het gaat ook om gemeenschapsgeld wat goed besteed moet worden. We zijn bijvoorbeeld tevreden met de eerste indicatie van de exploitatie. Maar waar we niet blij mee zijn, dat zijn de bijkomende kosten. Ja, die volgens ons ook te voorzien waren geweest. Ik heb de uitleg gehoord, ik ben geen bouwkundige. Ik heb wel eens een keer wat verbouwd.
En dan weet je ook dat je in de grond moet roeren en dat je kabels tegenkomen. Dus enigszins verbaasd ben ik daar nog steeds wel over. Wat we vooral mee willen geven, een beetje in lijn met wat gemeentebelangen zegt, het lijkt plus plus. En er kan best nog wel meer tegenvallers komen. Doe dan een niet plus, maar kijk eens creatief naar de begroting waar je kan besparen in plaats van een plus. Belangrijk blijft wat ons betreft ook de flexibiliteit in gebouwen en terreinen, zodat enerzijds goed ingespeeld kan worden op onverwachte veranderingen en het gebouw kan een multifunctioneel worden ingezet. Nog een paar opmerkingen. Het lokaal inkomen vinden we uitstekend. We krijgen dan nog antwoord op die 9%. Het mag wat ons betreft ook zeker meer. Dat is alleen maar goed voor onze lokale ondernemers. Die kunnen we daarmee ondersteunen. We hebben ook het rapport gelezen over het onderwijs. De samenwerking spreekt ons erg aan en de daarmee verbonden kwaliteit. Dat juichen we van harte toe. Wat ons betreft zit daar ook een belangrijke meerwaarde in voor het middengebied. Dat is naast het Agnietencollege ook de samenwerking met de basisscholen. Kortom, voorzitter, de ambities zijn hoog en tegelijkertijd is de ontwikkeling van het middengebied absoluut een enorme stimulans voor de vitaliteit van Nieuw-Leuzen. Ondanks ons enthousiasme blijven we kritisch op bijvoorbeeld de samenwerking van partijen en de ontwikkeling van kosten. Wat ons betreft, stap voor stap verder. Sta open voor initiatieven uit de gemeenschap. Dat draagt bij aan het gevoel van en voor ons. Een duurzame ontwikkeling, het middengebied, die flexibel de verbinding legt tussen mensen. Wij kunnen instemmen met de voorstellen. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Het komt steeds dichterbij, de spil. De laatste eindjes komen op tafel en de bouw kan bijna beginnen. Het is en blijft een mooi plan en een aanwinst voor Nieuw-Leuzen. Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over de bijkomende uitgaven. We hebben het antwoord gehoord en we gaan er dan ook vanuit dat nu alle kosten ook echt in beeld zijn. De buitenboel komt nog. Het schijnt dat dat bij alle grote projecten zo is gegaan. In dit geval lijkt het wel logisch, want het is nog niet bekend wat er nog meer komt. De opzet voor die buitenboel, waarbij vooral de gebruikers en de veiligheid voorop staan, lijkt als een goede zaak. Evenals het tijdig betrekken van de buurt. Over de besluiten die we moeten nemen. Het eerste, we hebben kennis genomen van. Het tweede, de kredieten samenvoegen, ook oké. Het derde, nogmaals, we hebben kritisch opmerking gemaakt over de extra kosten. Maar dit zal het plaatje dan zijn. Het vierde is geld voor het onderzoek van het basisonderwijs. Wij kunnen instemmen met dit onderzoek, maar of het straks gerealiseerd gaat worden, is voor ons nog wel een vraag. De financiën van Dalsen zijn iets minder vrolijk dan gedacht. En wellicht moet dit plan, de verdere plan, maar een paar jaar wachten. Dus daarom, we stemmen in met dit onderzoek, maar daarna willen we er echt goed over doorpraten. En daarom onze oproep aan de wethouder, en ik hoor daar straks nog graag een reactie van hem, om het onderzoek zo op te zetten dat het ook een paar jaar mee kan. En dat we dan niet opnieuw over twee jaar een nieuw plan moeten maken. Dus maak een breed plan dat de komende jaren een aantal jaren mee kan. Punt 5, geld voor de eerste opzet, prima. Er moet geld zijn om dingen te doen. En punt 6 is ook oké. Samengevat, voorzitter. We zijn blij dat er actie in zicht komt. We kunnen bijna beginnen en veel organisaties, sporters, inwoners staan te trappelen en zien echt uit naar de nieuwe sporthal /cultuurhuis/school. We stemmen in met de 6 besluitpunten met de opmerking dat dit dan ook de kosten moeten zijn en dat we het onderzoek naar de mogelijkheden voor het basisonderwijs afwachten en dan verder zullen beslissen. En dan kan wat ons betreft de schop de grond in. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal het kort houden. Dank voor de stukken. Geeft een goed overzicht, inzicht. Ik zie een mooie ontwikkeling die er komt in Nieuw-Leuzen. En daar zijn we zeer enthousiast over. Een mooi cultuurhuis op een mooie plek. En ook op een bindende plek midden in het dorp. En we voelen me ook wel wat ongemakkelijk bij de oplopende kosten. Zeker omdat we, of in de oplopende investeringsplannen moet ik misschien wel zeggen, waarbij we nu, maar ook straks eind juni, nog niet weten waar het precies uitkomt. En ik snap wel de reden daarvoor, dat is me volstrekt helder, maar je weet toch ook weer niet waar je nu voor kiest eigenlijk. En dat vind ik toch een wat ongemakkelijk gevoel bij dit onderwerp.
Dus nou weet ik niet goed hoe de voorzitter dit had willen afronden, maar ik had willen zeggen, nou, en onze opinie maken wij verder duidelijk bij de behandeling tijdens de raad. Maar het kan best zijn dat het tot een stemverklaring uiteindelijk verwoordt, maar dat hoor ik dan. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Voordat ik het vergeet, wil ik eigenlijk beginnen met complimenten uit te delen voor de stukken. En voor het werk van projectmanagement en van het nieuwe bestuur van de spil. Er is heel wat werk verzet en dat is ook duidelijk zichtbaar in alle documenten die we hebben ontvangen. En die kwalitatief vrijwel goed zijn. Erg goed zijn. Klein foutjes hier en daar. Dan is het natuurlijk zo dat dat eigenlijk pas het begin is. Want nu gaat het echte werk starten. En wij wensen daar zowel het projectmanagement als het bestuur heel veel plezier mee. En dan kunt u al zien dat ik mijn eindoordeel heel kort zal zijn straks. Het is wel zo dat er heel wat gesprekken zijn, ook met de collega's, over of het nou een fuik heet, of het totaalplaatje ontbreekt, of zijn we er nou, of hoe zit het nou met de totaalkosten. En ik kan me nog herinneren dat toen we de Rabobank aankochten, ik zei van ja, met die 1,2 miljoen of iets dergelijks, wat het was, heb ik niet zoveel probleem. Maar voorzitter, en dat was toen de burgemeester, realiseert zich wel dat we hier praten over een bedrag van 10 tot 12 miljoen, wat het ons uiteindelijk gaat kosten. Hoe kun je dat weten? Dat verbaast me niets. En ook niet dat de kosten wat oplopen. Dat had ik al wel ingecalculeerd. Dit soort projecten zijn. Wilt u tot uw opinie komen, meneer Rooijakkers? Ja, daar ben ik, werk ik naartoe. Maar het is ook geen lineair proces, voorzitter. Nou, ik heb dan niet zoveel tijd genomen als sommige anderen, hoor. Ik begrijp dat het stap voor stap is. En ik denk ook dat we er wel zo ongeveer zijn. En ik heb veel vertrouwen in de monitoringscommissie. Maar ik geloof dat u daarin zit, voorzitter. Om namens de raad ook goed toezicht te houden. En om te kijken dat die post onvoorzien, die nog steeds in zijn geheel beschikbaar is, dat we daar zo zuinig mogelijk gebruik van maken. En verder wens ik iedereen heel veel succes. En wij zullen als deze sessie met alle 6 punten instemmen van besluit. Als dat kort genoeg afgerond is. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, dank voor de rapportage. We hebben een goed beeld gekregen van hoe de spil eruit gaat zien en wat de afgelopen periode allemaal is gebeurd en wat er staat te gebeuren. Wel maken we ons zorgen over de wijze waarop we als gemeente Dalfsen met dit soort investeringen omgaan. De buurman heeft het net ook al gezegd, maar staat u mij toe om een klein stukje frustratie hierover uit te spreken, wat we telkens zien bij dit soort investeringen. En we gaan hier als raad ook steeds mee akkoord. Dus we steken ook vooral de hand in eigen boezem. In het bedrijfsleven maak je een investeringsplan van wat je gaat doen en daar ga je voor weg. En als er zaken wijzigen, heb je daar de planning- en controlecyclus voor om dat aan te passen. Hier krijgen we het idee, dan kom ik even bij de fuik, dat er steeds dieper een fuik mee worden ingetrokken. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat dat hier het geval is. Maar waar het ons om gaat, is dat we echt voor willen pleiten om in vervolg een complete budgetaanvraag, CQ, een investeringsbegroting, in te dienen. Natuurlijk is dan nog niet alles bekend, maar dat is het nooit. Daarom nogmaals het pleidooi om dit in het vervolg te doen. Tot zover mijn frustratie. Dan de spil. De trein is aan het rijden. Daar zijn we blij om. Goed voor Nieuw-Leuzen dat we van start gaan met de bouw. Wel maken we ons vooral zorgen om de onvoorziene kosten die we zien. Dat de kosten voor het bouwrijd maken en de extra bedragen voor aanvullende bouwkosten vooraf niet voorzien zijn, baart ons zorgen. Hier vragen we het college om de regie in de hand te nemen en alle betrokken partijen hier goed scherp op te laten zijn. Maar goed, dit is de laatste halte, de laatste go-no-go. De volgende halte is het eindpunt, een mooi cultuurhuis, de spil voor Nieuw-Leuzen. We gaan nu op reis. Blijf in controle als gemeente. Maak je hier financieel net zo'n succes van als de Trefkoelen Plus. Bon voyage. Tot zover onze in. Dank u wel, meneer Veldhuis. En dan ga ik nog weer even terug naar de wethouder. Er zijn nog een tweetal vragen in de opinie gesteld. Eén van het CDA en één van de ChristenUnie. Onderzoek basisschool. En wat het CDA betreft benieuwd naar gezamenlijke programmering. Kunt u hier nog iets van zeggen?
Ja, zeker, voorzitter. Aan meneer Veldhuizen, merci pour les vœux. De gezamenlijke programmering. De bestuur gaat na de zomer een werkgroep activiteiten instellen. En die gaat zich buigen over de programmering. Overigens wordt de programmering, zoals die voor komend seizoen geldt, gewoon door het bestuur van de Schakel opgesteld en overgenomen door het bestuur van de Spil. En er zal er een nieuwe programmering gaan lopen vanaf september 2018. Maar daar zullen we u zeker over informeren. En mevrouw Lasje, dank ik voor het wijze advies. Want dat, ik ben dat volstrekt met u eens. Dat we eerst nu gaan kijken naar de haalbaarheid om het primair onderwijs daar ook naartoe te halen. En u maakt een terechte opmerking dat de financiële situatie van de gemeente iets anders is dan, een paar jaar geleden. Overigens was de meicirculaire weer enigszins bemoedigend. Dus wat dat betreft was ik wel blij. Maar een terechte opmerking en uw advies zal ik zeker opvolgen. Door een onderzoek te doen wat meerdere jaren meegaat. Want dat het gefaseerd gaat worden valt niet uit te sluiten. Dus dank u voor het advies. En ja, de burgemeester heeft het, u noemde het een trein, meneer Veldhuis. De burgemeester heeft ooit gezegd, de boot vertrekt uit de haven. En wie niet aan boord is, gaat niet mee. Nou, ik vind het een enorme prestatie. En daarvoor wil ik, dat wil ik met name aan de projectleider, de heer Laroy, maar ook aan het nieuwe bestuur, daar wil ik ze voor bedanken, dat het gelukt is om al die kikkers in de kruiwagen te houden en om gezamenlijk deze reis te gaan maken. Ik vind dat een prestatie van formaat en daar wil ik ze graag voor bedanken, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dan kom ik tot de eindconclusie. Ja, oproepen om het samen te realiseren, complimenten daarop, loslaten en vertrouwen op elkaar, buurt betrekken, vooral kritisch op de kosten. De voorzitter van de monitoringscommissie, meneer Rooijakkers, zit op de tribune, dus dat komt prima voor elkaar, denk ik. Wat de 9% lokale aanbesteding betreft, heeft meneer Laroy een toezegging gedaan, maar officieel moet dat van de wethouder komen, maar ik neem aan dat hij daar volledig mee is. Met zo'n projectleider neem ik dat klakkeloos over voor. Akkoord, meneer Van Leeuwen. En ja, dan zit ik eigenlijk even, meneer Wildvank, u had het over een stemverklaring, want voor de rest is het ja, eigenlijk raadsbreed dat men hiermee instemt. En dat al in de commissie voor een project van rond de 10 miljoen. Ik vind dat ja, heel mooi. Maar daarom dat ik ook stel dat we het als hamerstuk naar de raadsvergadering doen. En dat meneer Wildvank daar een stemverklaring zal afgeven namens de Partij van de Arbeid. Hiermee hebben we agenda punt 5 afgesloten. En gaan we verder met agenda punt 6. Detailhandelstructuurvisie, verantwoordelijk wethouder de heer Agricola, voorbereidend besluitvormend. In januari 2017 heeft de Raad de kadernotitie detailhandelstructuurvisie vastgesteld. In de periode daarna is de detailhandelstructuurvisie opgesteld. Parallel hieraan zijn de twee deelonderzoeken opgesteld. We blijven opstellen en vaststellen. Waarvan de uitkomsten verwerkt zijn in het detailhandelstructuurvisie. Met de voortliggende detailhandelstructuurvisie worden voorstellen gedaan om in te spelen op ontwikkelingen tot aan 2023. Vandaag is nog de beantwoording ontvangen van technische vragen van D66. Deze zijn op het RIS geplaatst. Amtelijke ondersteuning van de heer Lautenbach. Ook hier in twee ronden informerend, besluitvormend. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, we trekken traditie door vandaag. Ja, dank u voorzitter. Tijdens de bijeenkomst met de ondernemers in Dalsen kwam er vanuit de ondernemers kritiek over de wijze waarop de enquête was uitgevoerd.
De uitkomst kwam niet overeen met de eigen statistieken. Onze vraag is of hier vervolgens nog iets mee gedaan is door u, en zo ja, wat. Tweede vraag die we hebben, op welke wijze zijn de ondernemers verder betrokken geweest sinds de bijeenkomsten in maart en april? Hebben ze sindsdien nog inbreng gehad in de definitieve versie die hier voor ons ligt? Ten aanzien van de bedrijven op perifere locaties stelt u terughoudend te willen zijn ten aanzien van het door deze winkels aangeboden nevenassortiment. Hoe wil u dit gaan doen en gaan handhaven? Meestal bepaalt toch een hoofdkantoor van zo'n winkel wat het assortiment is. En de laatste vraag die we hebben. U geeft aan dat de gemeente een rol heeft bij het versterken van de middenstandsverenigingen. Hoe ziet u dit? Is dit niet juist iets wat de middenstanders zelf moeten doen? Tot zover onze vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldhuis, meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. En dank u wel. Ik heb één kleine vraag. Het is een beetje een vraag naar de bekende weg, geef ik direct toe, maar toch. We hebben het er onlangs ook al eens over gehad, over de zondagopenstelling. Toen werd daar heel nadrukkelijk een antwoord gegeven. En dat antwoord weet ik nog wel, maar het staat nu toch weer in het stuk als een aanbeveling. Op twee plaatsen zelfs. En dan vroeg ik me toch even af, waarom is dat nou niet als actie of als te onderzoeken onderwerp meegenomen? Dank u wel, meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelang. Dank u wel. We hebben het stuk besproken in de fractie, informatieavond bijgewoond en eigenlijk blijft er voor ons nog één vraag over. Er komen in het stuk een aantal actiepunten naar voren, maar we zien geen tijdsplanning voor de uitvoering van die actiepunten staan. We doelen bijvoorbeeld op het standplaatsenbeleid, de herinrichting van het winkelcentrum aan de noordzijde van Nieuw-Leuzen en het project City Marketing. Kunt u de tijdsplanning aangeven of ons die doen toekomen? We zijn wel benieuwd wat voor termijn dit gaat plaatsvinden. Dat was onze vraag. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen van onze kant. Allereerst, met welke partijen is nou dit einddocument afgestemd of besproken? We zijn wel degelijk op die avond geweest dat hier de hele tribune vol zat, maar dat was vooral informerend en informatiehalend. Maar met wie is nou dit eindproduct afgestemd? Tweede vraag betreft de mogelijke beperkingen die worden gesteld aan ondernemers die buiten het concentratiegebied opereren. Er wordt op een aantal momenten daarover gesproken in deze notitie. En het is niet helemaal duidelijk of die nou gekort worden in de huidige rechten, ja of nee. Daar zouden we graag wel helderheid over willen hebben. En in het verlengde daarvan staan wel wat stevige passages. Er wordt dan ook niet meegewerkt aan substantiële schaalvergroting of andere versterking van deze aanbieders en locaties. En er staat bij distributieve uitgangspunten, ik weet niet wat distributief is in dit verhaal, maar er staat in ieder geval in pagina 21 geen uitbreidingsruimte voor dagelijks winkelaanbod, waaronder supermarkten in de Kerndalse. Nou, dan kan ik me herinneren dat we volgens mij 2 weken geleden nog een vrij fors besluit hebben genomen. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Dan suggereert het stuk dat hier een soort definitieve oplossing ligt, ook voor het parkeer, de parkeervoorzieningen in het centrumgebied. En de wet, het college heeft toegezegd van daar zou eerst expliciet overleg zijn gevoerd of worden gevoerd met de ondernemers. Is dat nou gebeurd? Of is dit gewoon het handhaven van de huidige situatie? En leggen we verder alle argumenten terzijde. Ons is niet duidelijk van wat nou de betekenis is van die passage. Dan de vraag of er over duurzaamheid misschien nog iets gezegd kan worden. Van, ja, met name ook in het voorstel wordt daar heel weinig over gezegd. Maar kan de wethouder daar toch nog eens iets meer aan koppelen? En tenslotte 2 kleine puntjes. 1. De cijfers op kaart 1 lijken ons niet te kloppen. Want dat zou betekenen dat Nieuw-Leuzen verreweg de grootste kern is van de gemeente. Maar dat is iets wat niet helemaal klopt met datgene wat er gepubliceerd is tot nu toe.
En wat betekent het dat er in Nieuw-Leusen twee complementaire winkelgebieden zijn? Waar zit die complementariteit in? Behalve dan dat er verschillende locaties zijn. Dat zijn onze vragen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Over standplaatsen wordt opgemerkt dat in de grotere kernen het minder gewenst is dat die ambulante handel concurreert met bestaande winkels en dat het een en ander zou moeten worden heroverwogen. Kunt u zeggen welke maatregelen u gaat nemen en wanneer? En is dat al bekend bij u of moet u dat nog onderzoeken welke maatregelen u gaat nemen? Dan staat in het stuk dat u stelt dat toeristische bezoekers geen grote bestedingen doen. Dat, daar is een van de achtergronden van sommige conclusies. Dat klopt niet met de ervaring van bijvoorbeeld mode- en schoenenzaken in Dalfsen. En mijn eigen ervaring is ook anders. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bij te stellen in het stuk? Ik heb daar een kleine enquête over gehouden onder mode- en schoenenzaken in Dalfsen. Dan een andere vraag. Wat wordt nu de invulling van de nog nieuw te bouwen vierkante meters aan het waterfront? Dat lijkt me ook wel belangrijk bij een detailhandelstructuurvisie. En ik heb er eigenlijk niks over teruggelezen in het stuk. Dan heb ik een vraag. Klopt het dat er een standpunt wordt ingenomen dat bijvoorbeeld de Prinsenstraat open moet blijven voor rijden en parkeren van auto's? Heb ik dat goed gelezen? En klopt dat wel met de eerder uitgevoerde onderzoek onder consumenten? En dan ook wat Partij van de Arbeid heeft gevraagd. Gaat u wat doen met de opmerkingen met betrekking tot heroverweging van koopzondagen, met name in relatie tot toeristen en dagrecreanten? En er is al gevraagd naar beleid ten aanzien van winkels die buiten het centrum zijn. Maar mijn vraag was, is er ook beleid om ongewenste activiteiten in het centrum te doen beëindigen? Bijvoorbeeld die dan in uw visie op bedrijfsterreinen plaats zouden moeten vinden, zoals autobedrijf. En er is ook nog een suggestie in het verslag van het onderzoekbureau om een openbaar toilet in het centrum te hebben. Gaat u daar wat aan doen? Dat waren helemaal detailvragen, ik snap het, maar de devil is soms in de details, zeker als je in de marketing succes wil hebben. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Agricola. Ja, voorzitter, een hele batterij vragen. Ik wou graag vooraf aan de VVD vragen om de derde vraag nog te herhalen, maar u ging wel heel erg snel van start, meneer Veldhuis. Oké, ten aanzien van de bedrijven op de perifere locatie stelt u terughoudend te willen zijn ten aanzien van het door deze winkels aangeboden nevenassortiment. Hoe wilt u dit gaan doen en handhaven? Meestal bepaalt een hoofdkantoor van zo'n winkel toch het assortiment en niet de winkel hier op de locatie. Er is, zegt u, kritiek op de enquête. En is hier nog wat mee gedaan? De kritiek op de enquête hebben wij voor kennisgeving aangenomen en hebben wij besproken met de ondernemersverenigingen. Nu heb ik zo hard geschreven, meneer Veldhuis, ik kan het zelf niet eens meer lezen. Uw tweede vraag. Zou u nog een keer willen herhalen? Natuurlijk wil ik dat. Op welke wijze zijn de ondernemers verder betrokken geweest sinds de bijeenkomsten in maart en april? Hebben ze sindsdien nog inbreng gehad in de definitieve visie die nu voor ligt? Ja, goed zo. Nu zie ik het weer helemaal. Wij hebben na de bijeenkomst die we hebben gehad in Nieuw-Leusen, Dalfsen, Lemmerveld, met het onderzoeksbureau gesproken met de drie ondernemersverenigingen. Dan assortimenten die in de winkel liggen, worden inderdaad bepaald door een hoofdkantoor. Maar, in geval van, wij hebben op dit moment nog geen signalen dat met name het hoofdkantoor en het assortiment dat confronterend is, met name van de winkels die in de centrumgebieden liggen. Rol van de middenstand bij de gemeente. Wij hebben uitvoerig contact met onze middenstand en met name met de besturen van de middenstandsvereniging. En die zijn in het traject nauw betrokken geweest. En daar hebben we meerdere malen mee om tafel gezeten. Dan de Partij van de Arbeid en D66 vraagt naar de zondagopenstelling. Waarom
niet als onderzoeksonderwerp. Die wildvang, we hebben een coalitieakkoord. En in het coalitieakkoord staat momenteel dat buiten dus de zonnige openstelling in Leemert-Veld er niet meegewerkt gaat worden met verdere uitbreiding daarvan. Het is door twee middenstandsverenigingen in ieder geval aangegeven van dat zij daar voor openstaan. En het lijkt me beter dat de nieuwe coalitie daar straks besluiten over gaat nemen. Dus ik wil, dit college wil niet regeren, met name over de toekomst. Het huidige college heeft er uitspraken over gedaan. Die respecteren wij. Het nieuwe college zal over de zondagsopenstelling daar een besluit over moeten nemen. Dan gemeentebelangen, de actiepunten die u noemt. Er is een tijdsperring opgenomen van 5 jaar. En in die 5 jaar, wil men noemen 9 actiepunten, willen we bij spreken, opgelost hebben. Het deel moeten wij als gemeente doen. Een deel in samenwerking met ondernemersverenigingen. En een deel zullen de ondernemersverenigingen samen met hun leden moeten bespreken. In ieder geval 5 jaar. ChristenUnie, welke partij een einddocument besproken? Met de besturen van ondernemersverenigingen. Dan de mogelijke beperking buiten het concentratiegebied. Worden die gekort in huidige rechten? Mensen in het huidige gebied. En u noemde met name supermarkten, proberen we zoveel mogelijk te faciliteren. Maar wij gaan niet supermarkten faciliteren die aan de rand van het dorp nieuw willen bouwen of op het industrieterrein. Dus er wordt gekeken van met name supermarkten en aanverwante winkels. Kleine speciaalzaken, dat we in de winkel concentratiegebied houden. En met name bouwmarkten en meubelzaken. Wij spreken zoals ook in de voorbeelden staan, wij spreken die passen meer op het industriegebied. Parkeren. Zijn opmerkingen gemaakt. Met name door de ondernemersvereniging in Dalfsen. De maatregelen die we hebben gedaan, blauwe zone. En met name dat de Prinsenstraat voor een groot deel in het weekend dicht is. Is met name gebeurd op verzoek van de ondernemersvereniging. Maar niks zit in beton gegoten. Die zegt van, we leven een andere tijd, moet het gewijzigd worden, dan heeft dit college er zeer zeker oor en oog voor. Dat soort zaken worden meegenomen in de centrumvisie. Duurzaam, ja. Dit college wil graag naar 3 of 4 winkelgebieden die duurzaam en bestendig zijn. Dan over de cijfers waar u het over had. Wij spreken, daar wil ik vragen om de heer Lautenbach daar even op terug te komen. Dan D66. De standplaatsen, met name in de grote kernen. Er staat op pagina 24 van het stuk staat een paragraaf over hoe dit college daarmee om wil gaan. Dan, tijdens met name hier in de bijeenkomst in Dalfsen, is door een aantal winkeliers zijn kritische geluiden heeft u laten klinken over de besteding van toeristen. Daar hebben we het nadien ook mee over gehad met de ondernemersverenigingen. Maar je ziet, de ene winkel gaat er anders mee om dan de andere. Meten is weten en de ene winkelier meet meer dan de andere winkel. En er zijn ook winkeliers die meten helemaal niet. Dan, invulling van het waterfront. Dat is waar de ontwikkelaar van het waterfront mee bezig is. Ik weet dat hij in gesprek is met een aantal geïnteresseerden die daar zouden willen een winkel willen hebben. Maar ik weet niet exact welke het zijn. En mocht ze er zijn, dan kunnen we de mededelingen doen als de contracten getekend zijn. Maar uitgangspunt is altijd dat we het waterfront op een goede manier willen vervlechten met dus het bestaande winkelgebied. En met name dat het waterfront niet het bestaande winkelgebied leegzuigt, zodat in het bestaande winkelgebied lege plekken komen. Dan Prinsenstraat, open voor auto's. Ja, mensen die hun brood willen verdienen, die willen graag autoluw hebben.
er zijn een aantal mensen die daar liever geen auto's hebben. Ook dat is een onderwerp wat in de centrumvisie nader besproken gaat worden en dat daarin nadere besluiten zullen worden genomen. Heroverwegen koopzondag heb ik het over gehad. Ongewenste activiteiten in het centrum. En u noemt autobedrijven. U zegt van, mochten er mogelijkheden zijn om deze te verplaatsen, dan zal zeer zeker dit college daar positief aan meewerken. Maar daar heb je twee partijen voor nodig. De gemeente en de eigenaar. En openbaar toilet is ook een onderwerp wat terugkomt in de centrumvisie. Dat aangaande de vraag, voorzitter. Ik heb er in ieder geval één nieuwleuze complementaire winkelgebieden vraag van de ChristenUnie. Die wilt u ook doorschuiven. Meneer Lauterbach, twee vragen voor u. Ja, de eerste had betrekking op de cijfers van het eerste kaartje. We hebben daarbij de gegevens van de Stadlijn gevolgd. Dat heeft deels te maken met een nieuwe indeling die ze hanteren dan eerder. Waardoor Nieuw-Leuzen nu groter lijkt als kern dan Dalfsen. Maar goed, ik zal er even in moeten duiken zeg maar, om even na te gaan. Zeg maar want het zal uw vraag zijn waardoor het komt dat Nieuw-Leuzen zo lijkt alsof het ineens nu zoveel groter is. Tweede vraag had betrekking op het complementair zijn. Dat moet je niet interpreteren of beschouwen zeg maar, als twee locaties. Maar dat moet je zien als dat het aanbod en de verdeling van het aanbod in Zuid anders kan zijn dan Noord en elkaar kan aanvullen. Zo moet je dat even zeggen. Zo is dat bedoeld. Dank u wel voor de aanvulling, meneer Lauterbach. Ik kijk even, meneer Schuurman, u wilt nog een aanvullende vraag? Ja, dank u wel, voorzitter. Nog een vraag aan de wethouder. Hij geeft aan dat de tijdsplanning in de komende 5 jaren wordt uitgevoerd. Voor een aantal actiepunten kan ik dat begrijpen. Er zitten er ook een aantal tussen waarvan ik denk van die zouden toch wel wat eerder uitgevoerd mogen worden dan die 5 jaar. Is het mogelijk om daar binnenkort, en dan laat ik nu de termijn over, daar een voorstel voor te krijgen wat voor periode dat gaat duren? Dat, wethouder? Dat willen we zeer zeker doen. En een aantal voorstellen, wij spreken waar de gemeente aan zet is, zullen we dan ook bij u als gemeenteraad om budget vragen. Maar ik kan wel in globaal aangeven van wanneer dit college denkt, wanneer wat op te pakken. En dat wil ik u wel doen toekomen. Oké. Dat wat het informerende ronde betreft. Meneer Nijkamp, u wou nog een aanvullende vraag? Ik wil graag toch nog wel wat scherpere toelichting op wat een ondernemer buiten die concentratiegebieden nou van de gemeente mag verwachten of kan verwachten. Betekent het nou dat hij daar waar het bestemmingsplan ruimte geeft voor uitbreiding, dat hij daar ook probleemloos gebruik van kan maken? Uiteraard binnen de geldende proceskaders en noem maar op. Maar dat er niet wordt meegewerkt aan een uitbreiding wat de grenzen van een bestemmingsplan overschrijdt. Daar zou ik wel graag wat scherpte in willen hebben, ook voor die ondernemers zelf. Dus neem bijvoorbeeld een elektrocentrum Lemelenveld, even als een mooi voorbeeld. Stel je voor dat die zegt van joh, ik wil dat toch behoorlijk uitbreiden, ik heb een kleine aanpassing van het bestemmingsplan nodig. En dan zou de conclusie zijn op basis van deze notitie, geen kans. Is dat nou een juiste interpretatie, ja of nee? Tweede vraag, ik had gevraagd naar wat voorbeelden van duurzaamheid. En ik snap dat de wethouder zegt van ja, wij gaan voor 4, 5 duurzame winkelgebieden. Blij mee. Maar kan die nou een top 5 noemen van duurzaamheidsmaatregelen die we dan daarin terugvinden? Want eigenlijk staan die er niet in. Dus dat is precies even ons punt. Kan dat gewoon even een tandje scherper gemaakt worden? Van waar gaan we dan voor? Dus dat zijn even de twee punten die we graag nog wat toegelicht zien. Wethouder?
Kijk, mensen die ergens een winkel hebben, hebben bepaalde rechten. En met name die winkels die u noemt, zitten bijvoorbeeld in aanloopstraten. Wij kunnen niet van een op andere dag zeggen van, dat willen we niet meer. Die mensen hebben rechten. Die zeggen van, wil mensen uitbreiden en het past niet meer op de bestaande locatie, dan zullen ze met hun in gesprek gaan en verleiden om in het winkelconcentratiegebied te gaan zitten. Als die uitbreiding buiten het bestemmingsplan gaat, dan bent u als raad daarvoor aan zet. Dus wat daarom van, wij willen niet gaan beperken, maar we willen wel inzetten om met name de winkeliers die we hebben in de kern, om die in het winkelconcentratiegebied te kunnen krijgen. Dan de vier duurzaamheidsmaatregelen. Mag ik dat interpreteren als stimuleren, maar niet blokkeren, mocht dat aan de orde zijn, dat daarvoor maatwerk wordt gekozen? Moet ik het zo interpreteren? Mag ik dat zo kunt u het interpreteren, ja. Maatwerk. Dan de duurzaamheidsmaatregelen. Nou, dat kunnen hele diverse zaken zijn. In ieder geval van duurzame verlichting als een winkelpand wil uitbreiden. Nou, die zijn van u heeft aangegeven, met name in inbreidingslocaties zullen gaslozen moeten zijn. Dus al die duurzaamheidsmaatregelen die voorhanden liggen, die willen we proberen daarbij spreken in te vlechten. Maar als u nu tegen mij zegt, dan noemen we een stuk 5, 6, dat kan ik op dit moment niet doen. Het is afhankelijk van de situatie die zich voor gaat doen. Ja, ik vroeg er 3. En de wijze waarop u het antwoord geeft, doet mij vermoeden dat er onvoldoende over nagedacht is. Maar daar kom ik dan straks in de oordeelsvormende fase nog even op terug. Ik zou het graag wat scherper willen. Nou, u hebt gezien een stuk van wat de hoofddoel is. Duurzaam winkelgebieden. Maar met wat u zegt, van, daar hebt u op zich gelijk in. Maar nogmaals, wat ik zeg, dat zijn ook situaties waarbij spreken vooruitschrijdend de tijd zeer zeker ook lering in kan geven. Maar 3, 5 voorbeelden moet ik u schuldig blijven. Dank u wel voor de beantwoording. Gaan we naar de opening ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Schuurman. Gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We zijn blij met de toezegging van de wethouder om ons te voorzien van het tijdspad voor het uitvoeren van de actiepunten. We zien het graag verschijnen. We zien dat er een mooie samenwerking is tussen de gemeente en de detailisten uit onze gemeente. Er ligt een stuk voor ons met een stuk gedegen onderzoek en er is veel informatie opgehaald bij ondernemers en bij het winkelende publiek. De rol van de gemeente is bij een detailhandelstructuurvisie wel een bijzondere. De gemeente stelt een visie op, maar de detailisten hebben een direct belang bij een levendige en een gezonde winkelaanbod. We vinden het passen bij onze gemeente dat er een actief beleid is om dit uitgangspunt te ondersteunen, maar de creativiteit zal van de ondernemers zelf moeten komen. Zij moeten met ideeën en plannen komen om de mensen te verleiden naar de winkelgebieden te komen. Het is bekend dat er steeds meer verkopen online gaan, maar de plaatselijke ondernemers zullen een vorm moeten bedenken om hier goed op in te spelen. Er zijn voldoende succesvolle verhalen, maar iedere branche is anders en ondernemers zullen nieuwe dingen moeten proberen. Samenwerken met elkaar, vernieuwen, nieuwe dingen bedenken. De gemeente heeft het beleid vastgezet in een 9-tal acties en we zien dat er toekomstgericht wordt gedacht. Ondernemers en gemeenten moeten beseffen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om dit goed uit te voeren. Er moet verder worden nagedacht en worden besloten dan de eigen winkel. Samenwerking, arrangementen. De bezoeker moet worden verleid om ook andere winkels in onze kern te bezoeken. 1+1=3. Binnen onze fractie vindt het een goede visie en neemt het college ruim zijn verantwoordelijkheden om te komen tot een goed winkelaanbod. We nodigen nieuwe ondernemers dan ook van harte uit om een winkel te beginnen in een van onze kernen. Een mooi winkelaanbod, gratis parkeren, toekomstvoorspellingen voor de DTS'en in Delft zijn goed. We moeten leren om nog meer samen te werken en we kunnen profiteren van elkaars succes. Positief naar voren en we gaan akkoord met het voorstel. We zien de tijdsplanning graag tegemoet. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Dank voor deze detailhandelstructuurvisie. We hebben een redelijke aanloop kunnen nemen met elkaar. Er ligt een behoorlijk doorwrocht stuk. Wel een aantal opmerkingen en ja, toch ook wel wat kanttekeningen daarbij. Die willen we graag ook meegeven.
Allereerst de concentratiegedachte. Dat is er één die wij logisch vinden en die wij ook van harte ondersteunen. Tegelijkertijd, we hebben het gemerkt in onze vragen, we willen toch ook de ondernemers die op dit moment vanuit hun huidige situatie buiten die concentratiegebieden liggen, geen rechten ontnemen en ook niet alle groei onmogelijk maken, ook al zou dat een keer buiten het bestemmingsplan vallen. Kijk daar in die zin op een gezonde manier naar. We bespeuren toch wel enige, misschien wel wat inconsistentie ten aanzien van de uitbreiding winkelaanbod supermarkten. Er worden meerdere uitspraken gedaan. Of ze nou helemaal op elkaar passen, vragen wij ons af. Want de ene keer wordt er gezegd van eigenlijk hebben we er al te veel. Aan de andere kant wordt er gezegd van er is geen ruimte voor uitbreiding. Aan de andere kant wordt er nou ja, toch wel voorzichtige uitbreiding toegestaan. Dus er worden meerdere passages daaraan gewijd. En of ze helemaal op elkaar passen, vragen wij ons af. Ten aanzien van parkeren, ik heb begrepen dat we dus daar in de centrumvisie wat meer over te horen krijgen. Wij zouden met name aandacht willen vragen voor het differentiëren van de parkeerduur in de blauwe zone. Bijvoorbeeld 1 uur en 3 uur in de, net buiten de centrumgebieden. Maar goed, dat komt dan te zijner tijd terug. Waar we echt nog wel een punt hebben, is de aanbeveling over de zondagsopenstelling. Daar heeft de wethouder al iets over gezegd. Maar wat ons betreft is dat inderdaad zo langzamerhand een herhaling van zetten. En is de enige conclusie die gerechtvaardigd is, op basis ook van recente discussie, dat dat stuk er gewoon uit moet. Dus ook die aanbeveling zou wat ons betreft uit het stuk moeten. En we zijn even benieuwd of de coalitiepartijen dat met ons eens zijn, want dat is volgens mij wel de teneur van wat er vorige maand is uitgesproken. Ten aanzien van de acties een paar punten. Allereerst actiepunt 2, het gaat over de verplaatsing van ondernemers van buiten het centrumgebied naar binnen. Maar de heer Rooijakkers van D66 maakte daar net ook al een opmerking over. Dat zou ook de andere kant op kunnen. Dus misschien dat je dat bij actiepunt 2 zou kunnen meenemen. Actiepunt 6, onderscheidend ten opzichte van internet. Ja, graag. Dat is een belangrijk punt. Maar niet alleen ten opzichte van internet. Misschien is het ook goed om eens te kijken van of je een soort Dalfsers profiel van ondernemers kunt opstellen. En dat het misschien zelfs onderscheidend is ten opzichte van regio. Actiepunt 9, Nieuw-Leusen-Noord, wat extra injectie, dat zou niet slecht zijn. Wat dat betreft, Nieuw-Leusen komt denk ik deze avond heel aardig aan bod. Nou, ten aanzien van deze punten zijn we over het algemeen positief over datgene wat voor ligt. Met uitzondering van het ene genoemde punt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Mevrouw Ruimerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik wil het ambtelijk apparaat en het college bedanken voor het duidelijke en vrij complete plan wat hier nu ligt. Er zijn avonden georganiseerd, gesproken met ondernemers, bezoekers geïnterviewd. Het plan is naderhand besproken met ondernemersverenigingen. De combi is gelegd met de centrumvisie. De acties zijn duidelijk. Na de toezegging van de tijdsplanning binnen de 5 jaar die zojuist toegezegd is, daar ben ik blij mee dat we daar zicht in krijgen. We zijn ook blij te lezen dat we in gesprek blijven om alle mogelijkheden die voorbij komen te bespreken. Want het blijft dynamisch. En we zijn ook blij met de bevestiging dat het elke keer gaat om maatwerk met de bedrijven die buiten het centrumgebied liggen. Het blijft gewoon in gesprek blijven met deze ondernemers. Dat is van belang om de ontwikkelingen mee te nemen. En wij kunnen dan ook steunen met dit plan. Dank u wel, mevrouw Ruimerman. Meneer Wulsvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ook dank voor het stuk. Goed te lezen. De acties zijn ook goed te begrijpen. En we hebben er ook wel wat aarzeling bij. Een deel van de acties is namelijk, ja, kan je op zijn minst wel betitelen als enigszins een open deur. En dan gaat het met name over 1, 3, 5 en 6. Belangrijk lijkt het toch wel te zijn dat de klanten naar de centra komen en dat er wat reuring is. En acties van winkeliers helpen daarbij. En ook eventuele tijdelijk invulling geven aan lege winkels kan goed werken. En we moeten daarbij niet de fout maken om bij actie 4 dan de meerwaarde die er kan zijn bij dit soort tijdelijke invulling te verspelen door het helemaal dicht te regelen. Markten, standplaatsen, dat zijn vaak juist trekkers waarbij ook de vaste winkels hun voordeel kunnen hebben. En dat kan ook gaan gelden voor tijdelijke winkels, tijdelijke invulling van winkelruimte. Zetten de overige acties dan zoden aan het dijk? 2, 4, 7 en 9 zijn een verbetering van de randvoorwaarden.
zonder meer. Maar lijken toch ook weer niet direct die veranderingen op te gaan leveren die consumenten doen besluiten om naar de een van de vier centra in Dalfsen te komen, in plaats van naar Zwolle, Raalte, Heino of Nijverdal te gaan. Actie 8 lijkt in mijn ogen een hele goede, maar die moet dan wel breed worden opgezet. Dus niet enkel gericht op de kern in Dalfsen. Ja, en als je alles dan zo eens overziet, lijkt er één echte quick win over te blijven. Dat is de verruiming van de openstelling op zondag, zoals ook de nota trouwens zelf aangeeft. Maar die staat dan weer niet in de maatregelen. U verwees net naar het coalitieakkoord. Maar ja, dat staat als zodanig niet verwoord in het stuk. Vandaar dat ik me toch vrij voelde om me de vraag te stellen. En overigens vind ik de stellingname dat u niet over uw graf wilt heen regeren niet helemaal op zijn plaats. U bent het college, nu. En we nemen hier wel wat meer ingrijpende beslissingen waar u diezelfde redenering ook niet hanteert. En het schrappen van dit onderdeel zoals door de ChristenUnie wordt voorgesteld, dat zou wel helemaal vreemd zijn. Wel passend in een bepaalde traditie, dat wel, maar echt onjuist. Want het is het resultaat van een onderzoek, het is door een aantal mensen naar voren gebracht. En je kan ervoor kiezen of niet. Daar kan je goede redenen voor hebben om dat niet te doen. Maar om het dan maar te negeren als iets wat naar voren is gebracht, dat lijkt me echt geschiedvervalsing. Kortom, ik vind de voorgestelde acties nog niet direct het uitzicht bieden op het bereiken van de doelstelling zoals die is geformuleerd. En ik zou willen pleiten voor een iets steviger aanpak. En ik zou u willen uitnodigen om daar echt wat kritischer naar te kijken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilsvang. Meneer Rooijakkers, partij D66. Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen sluit ik aan bij de argument van de heer Wildvank om niet te doen alsof dat advies er niet is, om daarnaar te kijken naar de koopzondagen. En de vraag van de heer Wildvank van wilt u daar onderzoek naar doen, dat wil niet zeggen dat je het ook gaat besluiten om te realiseren. Ik zou zeggen, je kunt altijd onderzoek doen en dan laat je het maar aan het volgende kabinet over om daar een besluit over te nemen. Daar heb ik al vrede mee. Dan over het rapport. Interessant rapport. Er staat veel beleid in, veel beleidsvoornemens. Soms vaag, moet ik eerlijk zeggen. De antwoorden van de wethouder waren soms ook een beetje vaag. Want uiteindelijk komt het wel aan op de acties die de gemeente kan en wil uitvoeren om een gezonde detailhandel in het centrum te behouden of te krijgen. Want uiteindelijk zijn het de ondernemers die het moeten gaan doen en die het allerbelangrijkste zijn om een gezond klimaat te vestigen. En die zijn ook vaak aan zet. Van hen moet het komen. En een van de aanbevelingen is ook om een goede follow-up in de contacten met die ondernemers te doen. We hebben met die ondernemers een paar keer gesproken. En het zou goed zijn om daar een plan voor te maken van hoe gaan we die follow-up doen. De gemeente moet goed luisteren, maar mogelijk faciliteren. Als dat in het beleid past en niet andersom. En daarover hebben we uitvoerig van gedachten gewisseld naar aanleiding van de centrumvisie Dalfsen en de parkeerplaatsen die al een paar keer aan de orde zijn geweest. Wel de goede volgorde. Verder vind ik het voor Dalfsen toch raar dat het centrum, Kerkplein en de Aldi, evenals de Action en de fietsenwinkel, niet als onderdeel van het centrum winkelgebied betrokken worden. Je kunt toch moeilijk zeggen dat de Aldi en het Kerkplein niet bij het centrum winkelgebied horen. Dan ten aanzien van Nieuw-Leuzen Noord hebben we nog een paar opmerkingen. Om het gewoon domweg, bij wijze van spreken, ik bedoel dat niet zomaar, gewoon routinematig bedoel ik eigenlijk, aan te passen qua structuren, verbeteren en zo, dat zou ik niet aanraden, want je moet daar toch mee oppassen. En dat wil ik ook een deeltelijk antwoord geven op het punt van de heer Nijkamp over wat is nou een duurzaam winkelgebied. En wat mij betreft is altijd een duurzaam winkelgebied eentje wat bestaansrecht heeft op langere termijn. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Eerst de doeltreffendheid en dan, of doelmatigheid en dan de efficiëntie. En ten aanzien van Nieuw-Leuzen Noord zouden we als suggestie mee kunnen geven om dat gebied wat anders in te richten. Anders dan gewend zijn. In overleg met ondernemers. En bijvoorbeeld in te richten op specifieke doelgroepen. Van ouderen of van het soort winkels. En denk ook eens aan inrichtingverkeer in de bakslaan. Om de veiligheid en oversteken te verbeteren. Wat een van de redenen is dat mensen daar niet graag winkelen omdat het zo druk is. Bredere trottoirs, fietspaden, et cetera. Allemaal gericht op inkopen doen en niet op verblijven. Ik denk niet dat we die doelstelling zouden moeten hebben. Ik kom tot de conclusie, voorzitter. In het algemeen, D66 kan zich vinden in het merendeel van de bevindingen en aanbevelingen en wacht met spanning de diverse concrete voorstellen en acties af. Veel succes. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Dank u, voorzitter. Dank voor deze visie.
We hebben het onderwerp al diverse malen besproken in de Raad, maar deze visie die nu voor ligt laat een aanpak zien die ondernemers van de gemeente mogen verwachten. Een heldere visie met eraan gekoppeld concrete acties. Alle acties laten zien dat de gemeente faciliteert om ondernemers ruimte te geven om te kunnen ondernemen. Blijf ruimte geven aan maatwerk, wat net ook al gezegd is, als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de winkels buiten de centrumgebieden. Ik vind het jammer dat we het onderwerp van de zondagopenstelling niet kunnen onderzoeken. Ik ben het eens met mijn collega van de PvdA om het stuk over de zondagopenstelling er zeker niet uit te halen. Onderzoek doen moet zeker kunnen. We zijn ook benieuwd, maar dan vanuit een andere achtergrond denk ik, hoe de coalitiepartijen hierover denken. We gaan akkoord met de visie en we wensen aan het college alle succes bij de uitvoering van deze visie. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. Even kijken. Over het algemeen zeggen we dat we akkoord gaan. Er zijn hier en daar nog wel wat kanttekeningen. En ook van twee kanten de vraag over de zondagopenstelling aan de coalitie. Maar ik denk dat ze daar onlangs een duidelijk standpunt over bepaald hebben. En ik heb geen verhalen gehoord dat het uit een stuk moest komen van de coalitiepartijen. Ik kijk even naar beide partijen. Voor de rest, ja, eigen initiatief van ondernemers. Ja, de detailhandel heeft natuurlijk... iemand die alleen maar meelift, ja, dat is hartstikke mooi, maar wil je een centrum levensvatbaar maken, wil je er sferen brengen, dan moeten de, is het toch allerbelangrijkste dat de ondernemers daar actief in zijn en dat ze daarin gesteund worden door de gemeente. Ik denk dat dat goed naar voren kwam. En ik zou voorstellen, maar ik weet niet hoe de andere partij of die... om dit als hamerstuk naar de Raad te brengen. En als u het niet mee eens bent, dan kijk ik even naar meneer Wildfrank en de ChristenUnie. Maar gezien de stemming zou ik het als hamerstuk naar de Raad willen brengen. Meneer Nijkamp. Dan zal dat vergezeld gaan met een stemverklaring. Duidelijk. Maar u had niet anders verwacht. Ja, duidelijk. Meneer Wildfrank, idem dito dus. Dan is dit stuk gaat als hamerstuk raad en gaan we verder met punt 7 van de agenda. Overzicht, kosten, evenemententerrein, verantwoordelijk wethouder, de heer Uitslag, informerend. In maart 2017 is besloten tot het verbeteren van de toegankelijkheid van het evenemententerrein in Dalsen. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de uitvoering van dit besluit. Het college heeft toegezegd om u te informeren over de verschillen in kosten tussen de verschillende terreinen. Dit valt in de portefeuille van de wethouder voor evenementen, de heer Uitslag. U wordt voorgesteld kennis te nemen van een notitie, behandeling in één ronde. Hierin kunnen vragen worden gesteld en kan er desgewenst een opinie worden gegeven. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor het in kaart brengen van een, op zijn minst een deel van de kosten en voor het voorliggende voorstel. Ik zeg bewust van een deel van de kosten. Het is weliswaar een overzicht van kosten, maar je kunt je toch niet voorstellen dat er niet meer kosten te verzinnen zijn. Als je kijkt naar terreinonderhoud, reinigingsheffing, waterschapslasten, verzekeringen, dat soort dingen is allemaal niet meegenomen. Maar goed. Dat aan daar gelaten. Wat wel in beeld is gebracht is het verschil in huur en het verschil in hoe aangekeken wordt in ieder geval tegen de afdracht van WOZ-lasten. Dat wordt dan, het voorstel is om de huur te laten gelijk te schakelen voor degene die waar het beheer van het terrein valt onder een stichting. En dat is Oud-Leuzen en Plemmelenveld. Dat betekent dat in concreet het voorstel ligt om het huurbedrag voor Leemlandveld te laten vallen. Voor het gedeelte van de grond waarvan ze geen eigendom zijn, dus waar wat gehuurd wordt. Er zit nog wat onduidelijkheid wat mij betreft en wat ons betreft in het stuk WOZ. Het stuk zegt, kosten kunnen niet gelijk getrokken worden, want
In Limmelenveld is men eigenaar van een deel van de terreinen en in Oud-Leuzen is de gemeente eigenaar. En toch staat dan in de vergelijkingstabel dat de kosten voor WOZ in Oud-Leuzen voor de stichting zijn. En daar staan weer wat vreemd. Wij denken, mooi, trek dat maar gelijk de huur op nul, want in Dalsen en in Nieuw-Leuzen is men ook geen eigenaar van een terrein, betaalt men ook geen huur. Dus de andere terreinen gelijk, mooi. Maar waarom zou je WOZ af moeten dragen over een stuk waar je geen huur betaalt, waarbij je geen eigenaar bent, alleen gebruiker, alleen omdat je het beheer in een stichting hebt ondergebracht? Dus dat klinkt wat onlogisch. Wij hebben zoiets van huur prima, maar ook WOZ, schakel het alsjeblieft gelijk voor het gebruikersdeel. En dan weet ik wel dat Limmelenveld gedeeltelijk eigenaar is, en dat deel kun je daar nog wat discussie over hebben. En liever hebben we dat natuurlijk ook niet, maar voor het gehuurde deel, zowel in Oud-Leuzen als in Limmelenveld, vinden we dat niet logisch. Tot zover, dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Kijk even verder rond. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, dank voor het overzicht. Het geeft duidelijk weer van hoe de situatie in de verschillende kernen geregeld is ten aanzien van de evenemententerreinen. We hebben wel even eigenlijk een drietal vragen. We zien verschillen in de wijze waarop in de verschillende kernen met evenementen wordt omgegaan. Stichtingen, geen stichtingen, wel geen WOZ. Onze vraag is of die verschillen op den duur nog worden rechtgetrokken. En de vraag die daarop volgend is voor ons, stel we willen een gelijkheidsprincipe gaan doorvoeren, zijn de stichtingen daar ook toe bereid? Voor de rest, ja, het geeft ons in ieder geval een goed overzicht in de verschillen die er zijn tussen de evenemententerreinen. We vinden wel dus dat wij moeten gaan streven naar, om die verschillen die er nu zijn op te heffen. Gelijke monniken, gelijke kappen, het beginsel. Ja, de vraag die overblijft voor ons, dat is de derde vraag, acht u dit voor mogelijk? Tot zover onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildsvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Korte vraag, op zich een prima voorstel, kunnen we ook heel gauw in meegaan. De vraag die ik nog wel heb is dit nou afgestemd met de afnemers of gaat dit nog afgestemd worden met de afnemers? Hoe ligt dat precies? Dat is eigenlijk het enige wat nog open ligt voor ons. Dank u wel, meneer Wildsvang. Ik kijk even verder. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Goed dat dit overzicht er ligt, wat ons betreft. Geeft ook wat verschillen weer. En dan is inderdaad de vraag of onder gelijke monniken, gelijke kappen, of dit dan het eindmodel is wat er nu wordt voorgesteld. Over die WOZ, over die gebruikers, dat is inderdaad wel een relevante vraag. Ten aanzien van Limmelenveld als eigenaar. Ja, je bent eigenaar en dan krijg je ook die lasten. Dat vinden we vrij logisch. Of je verkoopt een stuk grond weer aan de gemeente. Dat zou misschien nog een andere optie zijn, maar ik denk niet dat daar de betreffende eigenaar op aan wil dringen. Maar ten aanzien van die WOZ is dit het eindplaatje. Dat is eigenlijk wel de essentiële vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk even verder. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Goed dat het uitgezocht is en dat het aan ons wordt teruggekoppeld. De grootste gevolgen lijken eigenlijk voor Limmelenveld en ook juiste gevolgen wat ons betreft. Er wordt een overleg gepland met deze stichting en kunnen we daar dan uit opmaken dat ook voor hen alles naar tevredenheid is opgelost. Dank u wel, meneer Snijder. Meneer of mevrouw Snijder, sorry, Inge. Het is inmiddels al 10:30, dus meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier aan al deze vragen en opmerkingen helemaal niets toe te voegen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Uitslag, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Ja, de raad heeft gevraagd om een informerend overzicht over hoe is het nu met de verschillende evenemententerreinen. Daar is aan voldaan met het overzicht wat geboden is. Weet je, als je een nieuwe wethouder bent, dan kom je soms in verrassingen. En een van de verrassingen was dat dit onderdeel in mijn portefeuille viel. We hebben hier met elkaar veel gesproken over evenemententerreinen. Maar niet met mij, ook niet met mijn voorganger. Maar wel met het college, dus in zoverre praat je ook alweer met één mond natuurlijk.
Maar dat is wel zo dat je dan als deze portefeuillehouder soms te maken hebt met afspraken die een andere portefeuille gemaakt heeft in het verleden. Nee, niet eens de portefeuillehouder die naast me zit, maar nog een verder verleden. Dus dit is een overzicht van de bestaande situatie. In twee kernen praten we over een evenemententerrein wat echt eigendom is van de gemeente, hè, en die daar ook wordt bestuurd. En we hebben twee kernen waar het niet eigendom is van de gemeente, maar door een, tenminste niet bestuurd wordt, maar door een stichting. Ja, dat is Oud-Leuzen en Limbeveld. En die hebben zelfs nog een stukje eigendom. Dus gezegd, gelijke monniken, gelijke kappen. Dus daar waar stichtingen zijn en de ene keer breng je wel huur in rekening en de andere niet. Nou, dat is wel bijzonder. Gelijker, dat gaan we gelijk trekken. Ik zou kunnen zeggen, dat is maar goed ook. Het andere punt, OZB, of WOZ, hoe het heet. Daar is sprake van een gebruikersdeel en van een eigenaarsdeel. Bij eigenaar van een grond, dan spreek je over het eigenaarsdeel. Bij gebruiker van een grond, dan moet je een gebruikersdeel betalen. Als stichting, hè? Dus de exploitant. Ja, en dat zit nu een keer zo in onze verordeningen. We kunnen met elkaar vinden, of u kunt vinden, dat we dat moeten aangepassen. Dan horen we graag, ga ik aan de slag, hè? Dan ga ik eens kijken wat het allemaal kost enzovoort. U heeft gevraagd om een overzicht, heeft u gekregen. En ik hoor vervolgens ook een allemaal vervolgacties van, gaat u dat ook allemaal doen? Nee, niet de voorhand. Ik ben eerder gezegd, druk nog een heleboel andere dingen. Maar als u erom vraagt, vanzelfsprekend, hè, dat is mijn rol, dat ga ik ook doen. Maar op voorhand een aantal acties ondernemen, om een aantal dingen gelijk te trekken, verordening aan te passen, subsidieregeling op te gaan rekken. Nee, die acties heb ik nog niet in gang gezet. Tot zover, voorzitter, denk ik. Dank u wel, wethouder. Ik weet niet of er nog reacties zijn op meneer Lochtenberg. Ja, dank u, voorzitter. Dank u, wethouder, ook voor de beantwoording. Helder. Ook helder dat u waar u de streep trekt tot nu toe. Wat ons betreft schuift u hem toch iets op. En pakt u in ieder geval dat aspect WOZ nog even mee. Want die past in het rijtje van als je niet hoeft te betalen voor de huur, waarom zou je dan wel de WOZ-gebruikersdeel betalen? Ik ben eens met u, de heer Veld is een deeleigenaar. Voor dat deel, eigenaarsdeel, zou wij ermee kunnen leven. Voor een deel, 1/3 is gehuurd. Net als Oud-Leuzen, dat is ook gehuurd terrein, gewoon gemeente eigendom. In het kader van gelijkheid van kosten, zouden wij het een erge nette geste vinden naar die beide stichtingen toe, inderdaad. Om dat deel van de kosten te laten vallen, om inderdaad onder het kopje gelijke monniken, gelijke kappen. Dank u. Voorzitter, als ik gelijk moet reageren. Het kan. Ik schat zo in dat we dan de verordening voor de leges en van de OZB moeten aanpassen. Want dan praat je gewoon over een stichting die iets gebruikt, exploiteert wat een gemeente is. En daar hoort het ik erbij. En dus het kan zijn dat u hiermee verkapt zegt van doe een subsidie. Maar ik weet niet of ik dat zomaar even een subsidie kan gaan strooien, zou ik maar zeggen. Ik weet niet of het er helemaal terecht is. Ik vind ook wel dat we netjes moeten gaan werken, als we regels met elkaar afspreken. Is uw vraag van kunnen wij de stichting, de WOZ, kwijtschelden? Daar ga ik op terugkomen, schriftelijk dan weliswaar. En dat wil ik u best toezeggen. Meneer Lochtenberg. Ja, ik weet niet hoe de collega's daarover staan, maar wat ons betreft graag. Dank u. Dank u wel, meneer Nijkamp, ChristenUnie. Nog even dan toch over die WOZ voor gebruik. Betekent dat dan dat voor Dalfsen en Nieuw-Leuzen de gemeente zelf de aanslag krijgt en betaalt? Want dat staat er dan niet bij. Maar daar lijkt het dan op dat die als gebruiker uiteindelijk wordt aangemerkt. In die zin zou ik het voorstel van de heer Lochtenberg ondersteunen om nog eens even naar die WOZ te kijken. Met ook dit soort elementen even mee te nemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Ik kijk nog even naar de wethouder. Ik heb het al een beetje gehoord, dacht ik, tussen neus en lippen. Dat u een toezegging wilt doen om te kijken of u de WOZ over het gebruikersdeel als een subsidie en dus daarna dan kwijt te schelden. Nou, ik heb toegezegd, voorzitter, dat ik wil nagaan of we het kunnen kwijtschelden überhaupt, of dat er via de verordeningen wat dan ook ding moeten doen.
Daar heb ik toegezegd. En niet meer, spijt me. Nee, oké, maar dat u daar onderzoek naar gaat doen en dat u ons daarop over informeert. Dat is duidelijk. Dan zijn we aan het einde gekomen van... Voorzitter? Ja, mevrouw. Ik had nog gevraagd of de wethouder ook weet of het voor Lemmerveld hiermee naar tevredenheid is opgelost. Weet u dat al? Of is dat nog niet gecommuniceerd met de stichting? Ik heb het gesprek nog niet gehad met Lemmerveld. Dus ik weet het oprecht niet. Het kan ook zijn dat het wat kortere tijd is dat ik erachter kwam dat ik de portefeuille was van dit onderwerp. Maar ik verwacht dat het nog niet gecommuniceerd is, dat we eerst even dit afgewacht hebben. Het was een verzoek van de raad, dat hebben we gedaan. En of dan Lemmerveld tevreden is dat ze geen huur meer hoeft te betalen. Ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen van god, doe ons dan toch maar de huur of zo. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze erg ontevreden zijn. Nee, maar ik bedoel natuurlijk of hiermee alles naar tevredenheid is opgelost. Zoals het nu besproken is en met elkaar is vergeleken. Ja, maar ik heb geen problemen vanuit de verschillende evenemententerreinen gehoord. Dit is puur een verzoek van de raad geweest om een verzoek aan te leveren. En dat hebben we nu gedaan. En daarbij proactief. De stichting Lemmerveld had toch zelf ook aangegeven dat ze niet tevreden waren? Ja, of verschillen in de huur in ieder geval. Nou ja, maar ik heb hier met deze raad te doen, dat heb ik mee gedaan. Dat snap ik, maar het kwam niet alleen vanuit de raad. Dat is wat ik nu... Oké, nou, dat is goed. Het verzoek kwam uit de raad, voor zover ik me herinner. Oké, duidelijk. Daarmee hebben de verschillende fracties hun inbreng gedaan. Dit was informerend. We hebben van de wethouder dat hij gaat kijken hoe het met de gebruikers WOZ gaat, of daar wat mee te doen is. En daarmee afgehandeld en kunnen we verder met punt 8 van de agenda. Vaststelling besluitenlijst zijn er twee. Besluitenlijst 8 mei 2017. Bent u het daarmee eens? Geen opmerkingen. Besluitenlijst 15 mei 2017. Ook geen opmerkingen. Dan zijn we gekomen aan het eind van de vergadering. 10:30. Maar we hebben toch twee hele mooie projecten in Nieuw-Leuzen behandeld. En ik denk dat we daarmee tevreden mogen zijn. En daarmee sluit ik de vergadering en wens ik u nog een fijne avond en een goede nachtrust.